Nice. Hey, leuk man. Ja. Alexander de Nijer, part 2. Thomas de Vries, part 2, ja. Part 34, volgens mij. Ja, nummer 34. Zin in? Ja, zeker. Ik wel. Lach man, leuk om een keer om je weer te zien. Ja. Een jaar geleden inmiddels. Ja, ik denk het ook, ja. Ja. Misschien wel meer dan een jaar geleden. Veel gebeurd er in de afgelopen tijd, dus ja. Genoeg te vertellen, denk ik. Mooi, mooi. Ja, ik heb vorige week onze podcast nog een keer geluisterd. Het is grappig om te zien dat heel veel onderwerpen die we toen bespraken, daar focuste ik me toen helemaal niet op. Maar een jaar later heb ik heel veel van die onderwerpen wel aangeraakt. Kijk het met een totaal andere bril kijk ik weer naar diezelfde onderwerpen of naar andere onderwerpen. Ja. Wel leuk. Voor mij ook wel veel gebeurd. Okay. Kwam ik achter, of veel geleerd in ieder geval. Ja, mooi. Waar zou ik beginnen? Mooi als je dan telkens weer bij bepaalde onderwerpen terugkomt. Dus dan weer op een andere manier denk je ziet. Ja. Het cirkel. Ja, het was en nieuwe onderwerpen waar ik eerst gewoon niet op gefocust had. Het gesprek duurde 2 uur. Dus op zich ook wel logisch dat je niet alles onthoudt. Ja. Dan dacht ik, oh ja, wat grappig joh. Bijvoorbeeld een van die dingen was, jij vroeg jezelf heel vaak af, ik moet dit. En op een gegeven moment draaide je het om van, ben ik bereid om. Ja. De vorige keer had ik dat helemaal niet gehoord. Ik dacht, oh, dat is nice. Ja, zeker. Want dat verandert een hoop als je het op die manier vraagt. Ja. Ja. Een jaar geleden, wat is er voor jou veranderd? Poeh, wat is er voor mij veranderd? Ik heb in ieder geval wat mijlpaaltjes. Ik heb na de hand, want toen had ik mijn boek geloof ik nog niet. Hè? Nee, dus nu heb ik inmiddels een boek uitgebracht ook. Dat ben ik nu wereldwijd aan het promoten. Dat is superleuk. Ik krijg echt vanaf de hele wereld reacties van mensen die het gelezen hebben. En het ze echt geraakt heeft. Oh, dat zijn echt superleuke dingen. Ik heb mijn eerste boeking gehad in Amerika. Dat was ook wel echt een mijlpaaltje. Ik zat in het vliegtuig, werd ingevlogen door een bedrijf uit Amerika. Om op een leadership offsite 3 dagen lange sessies te doen. Er waren 3 sessies van een uur, elke ochtend van 8 tot 9. De eerste was purpose, tweede values en de derde vision. En dat was fantastisch. Ik zat in het vliegtuig, zo van, nou, nu gaat het gebeuren. Purposeologist goes America. Dus dat was wel gewoon echt lachen om een keer meegemaakt te hebben. En verder, wat is er gebeurd qua denken? Ja, steeds meer voortschrijdend inzicht. Steeds meer nieuwe ideeën. Je zit ook midden in die worsteling waar volgens mij iedereen van mijn leeftijd in zit. Wie ben ik? Wat doe ik? Wat moet ik doen? Maar alles wordt wel langzaam steeds helderder. En ik merk ook dat dit soort podcasts vind ik geweldig om gewoon ideeën uit te wisselen. En terwijl je aan het uitwisselen bent, krijg je weer nieuwe inzichten. En zo ga ik eigenlijk constant door. Je deelt wat uit, je ontvangt er wat nieuws, je deelt er wat uit. En dat heb ik heel veel gedaan het afgelopen jaar eigenlijk. Ja. Ook heel veel gestudeerd ook weer. Ook heel erg veel workshops gegeven. Ik heb een workshop die ik in het corporate in organisaties aanbied over purpose. Ja. Dus hoe vind ik mijn purpose? Ook al, het idee van alsof je die kunt vinden. Maar het gaat heel erg over wie ben ik, zelfinzicht, wat zijn mijn waarden, wat is het verschil dat ik eigenlijk probeer te maken in deze organisatie, maar ook breder. En die heb ik heel veel mogen geven het afgelopen jaar. Superleuk voor verschillende organisaties. En ik merk dat doordat ik dat vaak doe, dat ik hem ook steeds beter en steeds nieuwe kennis er weer in kan integreren. Waardoor het voor mezelf ook steeds leuker wordt om dat te doen. Ja. Verder is het gewoon veel hetzelfde ook gebleven. Maar dan steeds meer, steeds dieper, laat ik zo zeggen. Cool. Ja. Wordt steeds helderder. Zei jij ook dat je dat voor een groep staan dat een flow activiteit is voor jou? Ja, zeker, absoluut. Ja. 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 Nou, dat is ook wel logisch, hè? Want je voor flow heb je natuurlijk een bepaalde. Ze zeggen toch altijd: jouw capaciteit moet matchen met de demand. Dat wat er voor jou gevraagd wordt op dat moment. Ja. Hè? Als alles van je gevraagd wordt. Ja, de uitdaging moet gelijk zijn aan de. Aan je skills, zeg maar. En je vaardigheden, inderdaad. Ja. Ja. En dat merk ik als je voor een groep staat, dan zijn alle ogen op je gericht. En dan weet je ook niet van tevoren wat er gaat gebeuren. Je weet ook niet van tevoren hoe een groep gaat reageren. Dus het is in die zin een stukje chaos, of het onbekende, wat het eng maakt. Maar aan de andere kant ken je je verhaal zodanig goed genoeg, dat je altijd wel een soort van die zelfverzekerdheid hebt van ja, ik ken mijn content. Maar het is altijd die spanning van hoe gaat die groep hier weer op reageren. En ik ben ook nog wel een beetje een intuïtieve spreker. Dus het kan ook dat ik halverwege zomaar de andere kant op ga. Gebaseerd op wat ik zie en dat soort dingen. Ja. Dus het is altijd spannend. Maar dat maakt wel dat ik hyper gefocust ben als ik aan het spreken ben. Ik heb vorige week een leuke lezing gedaan. Vond ik echt heel leuk om te doen. Bij het Humanistisch Verbond in Haarlem.
Dat was een lezing waarvoor ik werd gevraagd. Een avondprogramma van 2 uur. Waar echt jong en oud op afkwam. Ik denk dat de jongste was 16, de oudste was volgens mij 90. En alles ertussenin. Het ging ook over navigeren door het leven. Wie ben ik en hoe word ik wie ik in potentie al ben? Nou, dat merk ik ook. Dan zit ik lekker in mijn vel, dan ben ik op mijn best. Dan zit ik grappen te maken, maar tegelijkertijd heel serieus mensen over hun belangrijkste waarden met elkaar in gesprek. Huilende mensen, lachende mensen. Nou, dat is echt een flow-activiteit inderdaad. Gaaf. Ja. Je vertelde in de conversatie die we hadden via de telefoon dat je een nieuwe Vipassana meditatie hebt gedaan. Ja. Ik ben eerst wel nieuwsgierig. Vorige keer hebben we het er kort over gehad. Hoe was het? Mm-hmm. Was weer 10 dagen en ja. Daarna ook, wat heb je ervan geleerd? Volgens mij kwam er qua werk of zo kwam er veel... Wat het verschil is met deze. Vorige keer heb ik alleen de Vipassana echt gezeten. Dus 10 dagen zitten op een kussentje mediteren. Nu heb ik de cursus gediend. Dus nu heb ik vooral in de keuken gewerkt. Om het mogelijk te maken voor de andere studenten dat zij werk kunnen doen. Dus je kunt kiezen van tevoren of je gaat zitten of dat je gaat dienen. Mm-hmm. En dienen is eigenlijk gewoon werk in België. Okay. Dama Pajota. En daar heb ik ontzettend veel van geleerd. Omdat het compleet anders is in die zin. Kijk, mediteren is mediteren. Je gaat 10 uur per dag zitten. Je mag niet praten. En alles wordt voor je geregeld. Er wordt eten klaargemaakt. En alle faciliteiten zijn er om je redelijk comfortabel door die sessies heen te begeleiden. Alleen met dienen, dan ben je dus aan het werk. En mijn idee was om te gaan zitten, dus dat was wel interessant. Ik had me opgegeven om te gaan zitten. En op de dag dat ik er naartoe ging, op de ochtend, werd ik gebeld van Alex, we hebben te weinig dieners, wil je dienen? Ja. Dus ik zei, nee man, echt niet. Het was voor mij echt een soort van, nee, ik ben echt toe om lekker te mediteren weer en de diepte in te gaan. Uiteindelijk zei ik, nou weet je wat, laat me even over nadenken. Ik moet nu de trein in en dan bespreken we het wel als ik daar kom. En eigenlijk was ik best wel een beetje chagrijnig. Dus het was zo van, shit, wat een heel andere 10 dagen dan in één keer. En werken in een team weer. En ik ben al 3 jaar voor mezelf aan het werk. Allemaal van die tegenwerpingen gingen in mijn mind. En wat eigenlijk wel heel interessant was. En toen was het ook nog zo dat ik de bus naar het centrum gemist had. Waardoor ik een taxi moest bestellen die maar niet kwam. En uiteindelijk... Ik ben bezig. Voor de luisteraar de camera valt. Nou, ik denk dat ze dat wel kunnen zien. Ja, maar jij was aan het praten, dus ik doe gewoon jou op de... Okay, ja, natuurlijk. Nee, zie je zo'n geschrokken blik. Zit hij in het midden? Kun je dat even kijken? Ja, zit in het midden. Je had de bus gemist en je moest de taxi bestellen. Ja, moest ik de taxi bestellen. Nou, die kwam er niet. En ik bellen. Ja, ik ben er met 5 minuten, 1/2 uur later nog niet. Dus ja, mijn frustratie bouwde ook nog op. En ook nog met het idee van, ik ga helemaal niet zitten 10 dagen. Ik moet straks gaan dienen. Op een gegeven moment kwam ik er eindelijk aan. Gesprek gehad met de teacher. En toen eigenlijk best wel een mooi constructief gesprek over wat de waarde is ook van dienen. En wat je daarvan kunt leren. En toen zei ik, weet je wat, ik doe het gewoon. En met dat ik die keuze had gemaakt, viel ook dat best wel van me af. En toen was het eigenlijk heel simpel. Je komt aan, je schrijft in. Het is van, nou, zoek maar een kamer uit boven. Gooi je spullen maar neer en meld je maar in de keuken. Ga maar werken. En dus ik meld me, ik kon mijn kamer in lopen. Er was net een andere gozer, die had hetzelfde meegemaakt, die wilde ook gaan zitten. Die was ook net gebeld van tevoren. En, maar die wilde eigenlijk ook zitten. En ze hadden wel een leuke connectie daarmee. En vervolgens kom je in de keuken en het bizarre is, dan waren we met denk ik een groepje van 10 ongeveer. 4 mannen, 6 vrouwen als ik het goed herinner. En dan is het van, wie wil de manager zijn, wie wil de kok zijn, wie wil dit, wie wil dat. Er worden de verantwoordelijkheden een beetje verdeeld. Okay. Niemand kent elkaar, geen idee wie is. En ga maar werken, ga maar maaltijden bereiden. Hoe ging dat verdelen? Ging eigenlijk heel natuurlijk. Okay. Het begin was het gewoon vooral, je kwam aan, dus je moet even de keuken voorbereiden en dingen. En dan is het al heel gauw een meeting, waarbij iedereen bij elkaar komt. Er worden de verantwoordelijkheden uitgedeeld. Ik mocht toiletten schoonmaken, zelf voor gekozen. Ja, joh. Ja, dat ken ik, dat heb ik wel eens eerder gedaan. Dus laat mij dat toen je straf had op de middelbare school. Ja, precies. Ja. Dat is een naam niet blij. Ja. Dus dat was mijn verantwoordelijkheid. En daarnaast heb je natuurlijk als team ook gewoon gedeelde verantwoordelijkheden. Je moet eten klaarmaken. Maar wat mij opviel is, wat ik zo bijzonder vond, is de rollen worden verdeeld. Iedereen pakt zijn rol. En iedereen doet gewoon wat hij of zij moet doen. En het werkt. Geen stress, alles is op tijd af. We zijn gewoon maaltijden aan het bereiden voor 120 mensen. Degene die kok was, had nog nooit voor meer dan 5 mensen gekookt, bij wijze van spreken. En nu waren het in één keer 120. Of 100 of 120.
En ik dacht echt, hoe kan het dat het zo soepel loopt? Ja, dat is ook mijn vraag. Ja. Er zijn verschillende dingen. Kijk, enerzijds was alles zodanig uitgekiend wat er gedaan moest worden. Mm-hmm. Ik bedoel, die organisatie loopt al zo lang en zo gefine-tuned dat het gewoon in een... Dit is gewoon een draaiboek waar precies in staat. Voor 120 mensen heb je zoveel aardappelen nodig om dag heen. Ja. Dit is wat je met de aardappelen doet. Daarin was je ze. Daar vind je de tools, et cetera, et cetera. Alles is gewoon duidelijk in die zin. Dus dat maakt het heel makkelijk werken. Maar dan nog, we stonden 's ochtends om 5:00 op. 5:30 ben je aan het werk. Of 5:15 stonden we op. 6:30 ben je aan het werk. En om 9:00 s'avonds heb je een meeting. En om 9:30 ga je slapen. En de hele dag ben je aan het werk. Met tussendoor 3 uur meditatie. En het bizarre is, je kunt gewoon zonder moeten worden 10 uur per dag, minstens 10 uur per dag werken, 10 dagen achter elkaar. En er was een vrouw bij, dat vond ik wel bijzonder. Die vrouw die had een chronisch moeheidssyndroom of iets eigenlijk. Die kon helemaal niet, in een Nederlandse corporate kon ze helemaal niet werken. Maar hier werkte ze gewoon als trein. Dus ik vroeg haar ook van, wat is het verschil? En toen zei ze wel iets interessants. Ze zegt, een van de voordelen is hier dat ik niet de hele dag hoef te socializen met mensen. Ik hoef mij niet neer te zetten op een bepaalde manier. En ik hoef die angst en dat socializen zit er niet bij, wat ik heel moeilijk en zwaar vind. En een van de mooie dingen tijdens het dienen is, dat noemen ze noble speech. Noble speech houdt in dat je wel mag praten met elkaar. Hè, want je moet natuurlijk werken met elkaar, dus je ontkomt er niet aan om met elkaar te communiceren. Maar noble speech houdt in dat je alleen maar de waarheid spreekt. Dus je zegt alleen dingen die waar zijn, die helpvol zijn en die relevant zijn. Dus dat is de juiste timing. Dat doen de boeddhistische monniken dat toch ook? Dat doen de monniken, die de echte geavanceerde, de gevorderde monniken, doen dat überhaupt. Die mogen toch alleen maar? In het dagelijks leven. Ja. Dus dat is iets wat je eigenlijk tijdens die 10 dagen dan gaat oefenen. Okay. En dat helpt heel erg om de sfeer te bewaren. En het helpt om jezelf bewust te maken van, wow, hoe gebruik ik mijn stem eigenlijk? Kijk, als ik lekker in mijn vel zit, dan word ik heel erg uitbundig en ga ik veel grappen maken. En dan merk ik in één keer van, oh, wacht eens even. Ja, dat is wel helpvol voor de sfeer. Maar soms gaat het weer ten koste van de sfeer. Dan wordt het too much. Ja. En dan wordt het te veel lachen en dan gaat het ten koste van het proces. Ja. En je wordt heel erg bewust van waarom je eigenlijk dingen doet. Dus dat doe ik heel erg bij. Wat is iets wat je gezegd hebt tegen iemand? Niet weten, ja, verschillende dingen. Okay. Maar was je bewust? Ging je eerst echt nadenken van, oké, is het wat ik wil iets zeggen tegen iemand? Meestal wel. Soms dan ben je gewoon nieuwsgierig van, wat doet iemand in het dagelijks leven? En dan begin je zo'n gesprekje. En op een gegeven moment merk je dat je gewoon in je normale patroon valt en gewoon een gezellig gesprekje met iemand hebt. Waarbij je op een gegeven moment wel weet, ja, dit is eigenlijk niet meer relevant voor het proces. En dan is het een beetje van, oké, hoe ver kunnen we hierin gaan? Dat is constant een beetje een zoektocht. En op een gegeven moment merk je wel jezelf van, ja, ik ben nu, nu zijn we alleen maar aan het socializen. Okay. En dan is het van, oké, hou me op. En, maar soms komt er ook wel iemand bij, de teacher komt dan langs en die ziet het ook en die zegt, nou, noble speech. Alleen het scheen dat onze groep het heel erg goed deed in vergelijking met andere groepen. We waren best wel gefocust. En het draagt ook heel erg bij voor de flow. Op het moment dat je niet hoeft te praten en je bent volledig op je werk geconcentreerd, dan kom je heel snel in de flow terecht. En het mooie is dat iedereen op een gegeven moment in een bepaalde flow is. En wat ik ook heel bijzonder vond, is wat ik heel erg leerde, is kijk, iedereen die daar dient, die heeft tenminste 1 10-daagse ook gezeten. Dus in die zin heeft iedereen ondervonden wat die techniek met je doet. Dus hoe beneficial of hoe goed die techniek is voor je. En iedereen dient met het idee van, dit is fantastisch dat ik dit weer kan, dat ik iemand anders kan dienen om deze techniek te leren. Dus je hebt een ontzettend gevoel van een soort noble purpose, hè, zoals we dat tegenwoordig noemen. Het werk dat je doet is in die zin al direct heel erg zinvol. En je hebt daarmee ook de verbondenheid met elkaar, die normaal natuurlijk ook altijd is. Iedereen is met elkaar verbonden, alleen we ervaren die verbondenheid met elkaar. En doordat je een soort gedeelde interesse hebt, een gedeelde passie zou je kunnen zeggen, ervaar je ook al gelijk een stukje verbondenheid, een stukje gedeelde waarde. Ja. Wat het heel hecht met elkaar maakt gelijk. Dus je merkt al heel gauw dat je een verbinding met iemand hebt. Omdat je allemaal een soort collectief bent dat vanuit dezelfde intentie werkt. Mm-hmm. Daarnaast wat heel belangrijk is, en waarom het zo makkelijk is om 10 uur lang, 10 uur per dag, 10 dagen lang te werken,
Dus je bent tegelijkertijd ook de techniek van Vipassana, de mindfulness, eigenlijk aan het beoefenen terwijl je werkt. Dus het is eigenlijk een soort brug tussen de echte wereld en de meditatie in. Waarbij je eigenlijk de techniek leert toepassen terwijl je werkt. Dus je ja, bent, dus in plaats van... Je bent aardappel aan het snijden terwijl je op je ademhaling bent, bij wijze van spreken. En je bent je bewust van wat je aan het doen bent. En dat is geweldig. Alleen, wat het voor mij nog mooier maakte, ik heb meerdere inzichten opgedaan. Eén is dus dat je gewoon met een groep vreemden gewoon in één keer gewoon fantastisch werk kunt doen. Zonder dat er echt een baas is of een directeur. Maar, en je hebt dus heel duidelijke soort werkregels die in lijn zijn met de waarden. En wat je vaak ziet bij organisaties is dat we een paar core values hebben, maar die niet vertaald zijn en hoe passen we dat dan precies toe. Wat zijn de gedragsregels die erbij horen? Mm-hmm. Die lijn was daar wel heel duidelijk. Ja. Een ander ding wat mij opviel, en dat is natuurlijk wat je in het bedrijfsleven niet kunt creëren, dus iedereen werkt daar volledig vrijwillig. Niemand bezit die centra. Ja, de stichting uiteindelijk die dat beheert. Maar er is ook niemand in loondienst. Niemand. Iedereen komt daar vrijwillig om te dienen omdat ze dat zelf willen. En in het bedrijfsleven zit je natuurlijk vast aan het feit dat mensen een salaris nodig hebben. Dus al in die zin al moeten werken. Dus je kiest natuurlijk nog wel waar je gaat werken. Maar in die zin is er minder vrijwilligheid. Een ander ding wat mij opviel is, kijk, alle hulp is welkom. Dus iedereen, mensen zijn super blij dat je komt helpen. Er is geen werkgever die zegt, ja, je werkt niet hard genoeg, ik wissel jou in voor een goedkopere kracht. Dus je hebt ook niet die angst dat je uit de groep kan vallen, of dat je niet goed genoeg je best doet of niet hard genoeg werkt. Waardoor er veel meer psychische veiligheid is en veel meer dankbaarheid, waardoor mensen... Ja, en de veel druk om te presteren. Die is er niet. Er is wel druk om te presteren, om op tijd voor 120 man dat eten klaar te zetten. Die is er zeker wel. Alleen, je leeft eigenlijk volledig volgens de waarden. En dat is ook belangrijk. Het allerbelangrijkste continu is harmonie en vrede bewaren. Ja, dus dat is de hoogste prioriteit. Dus, werd dat gezegd? Ja, dat werd gezegd in het team. En s'avonds had je elke keer een bijeenkomst met de leraar. Die dus, die gaf elke keer een soort inspirerend verhaal. En de leraar, en de mannelijke en de vrouwelijke leraar, dat was ook gewoon echt een... Ja, die waren super inspirerend. Heel erg vanuit dankbaarheid ook spreken. En je voelde je echt... onderdeel van het team en belangrijk. Nou, dat was geweldig. Maar wat ik misschien nog wel het allermooiste vind, dan heb je wel de full picture. Ik zat op een gegeven moment op de derde, vierde dag, dat is het uurtje of 7 ochtends, en dan moet je je voorstellen, dan werk je in een centrum, het was prachtig weer trouwens, alles stond in bloei, prachtig centrum, en dan heb je een hele mooie tuin nog met zijn oude waterput, en dan had je een schuurtje in de hoek, dat was dan de stockroom, en dan kwam 's ochtends het groenteboertje kwam aanrijden, fluitend groente brengen, in de stockroom zetten, kind aan huis, vervolgens kwam de fruitboer kwam ook nog langs. En alles was zo erg in relatie tot de natuur en de omgeving. We waren allemaal locals. En alles wat wij gebruikten, alles ging weer in de compostpot, dat ging weer in de tuin, dus alles werd gerecycled. En je voelde je heel erg betrokken bij de omgeving en de natuur. Maar op een gegeven moment had ik zo'n mooie ervaring, want een van mijn verantwoordelijkheden naast het toilet was ook het bereiden van het voedsel voor de teachers. Dus ik moest elke keer vlak voordat de lunch of het ontbijt was, moest ik naar de teachers lopen met een paar bakjes om hun eten te brengen. En om daar te komen, dat was een andere faciliteit van het gebouw, moest ik door de garage lopen. En de garage is de meest, ja, minst sprankelende ruimte die je kunt voorstellen. Een oude garage. Maar het bizarre was dat op een gegeven moment, die groenteboer was net geweest en iedereen was aan het werk. Je hoorde de vogeltjes buiten en wat mij overviel was een soort gevoel van alles klopt. Zo'n gevoel van thuiskomen. En toen dacht ik, wat is eigenlijk thuiskomen? Thuiskomen is de ervaring waar je aankomt op het moment dat het verlangen om ergens anders te zijn oplost. Ik wilde alleen, ik was precies daar en daar moest ik zijn. En ik liep door die garage en ik zag op een gegeven moment de deur stond open waar ik naar heen moest. En een zonnetje scheen naar binnen en ik zag vogeltjes. En de waslijn hing in die garage en alle theedoeken waren prachtig. Opgehangen, echt met liefde opgehangen door de andere medewerkers. En in één keer overviel mij zo'n gevoel van kippenvel. Zo van wauw, in deze meest simpele plek die je kunt voorstellen, een garage, kun je nog steeds de essentie ervaren. En dat is dan, dat kom je weer bij dat flow terecht. Ik was volledig in flow, volledig in sync met mijn omgeving. En mijn denken was van, stond uit. Ik was gewoon bezig eten voor te bereiden, naar de teachers te brengen. En dat zijn misschien wel de meest vervullende ervaringen die ik ken.
dat soort ervaringen. Dus dat, ja, dat kun je dus meemaken. Daar heb je echt niet alle grootste, hoef je niet voor op het podium te staan of fantastische dingen in de wereld te doen. Die kun je dus echt ervaren in die hele kleine, eenvoudige zaken. Dus dat was een mooi inzicht wat ik had opgedaan. Nice. Ja. Nice. Ik hoorde je net zeggen dat je soms bij organisaties dat die bepaalde waarden hebben, maar dat die niet doorvertaald worden naar dagelijkse dingen. Dat vind ik een interessant onderwerp, want daar ben ik ook veel mee bezig. En volgens mij is dat ook in lijn met waar je het over hebt, over werk en of werk zin heeft of niet. Heb je Grit gelezen van Angela Duckworth? Nee. Ik ken haar gedachtegoed wel redelijk hoor. Volgens mij, ik heb het boek zelf niet gelezen. Kijk, ik heb hem laatst gelezen en volgens mij als ik het goed samenvat, dan zegt ze dat mensen grit, dus discipline en doorzettingsvermogen krijgen door hun hoogste doelen door te vertalen naar de kleine dagelijkse taken die ze iedere dag doen. Volgens mij moet iedere dag best wel eens kuttaakjes doen. Ja, tuurlijk, en als je die verbindt, als je die verbindt aan je hogere uiteindelijke doel, dan kun je daar voldoening uit halen en ook doorzettingsvermogen van krijgen. Ja, want dan zie je ook dat je progressie boekt naar die, en je ziet ook wat het nut is van de taak die je op dit moment aan het doen bent. Ja, exact, je ziet hoe het bijdraagt aan dat waar je naartoe wil. Is er iets wat je bewust doet? Dat is purpose ook in die zin. Is dat iets wat je bewust doet? En dan is de volgende vraag, hoe kom je erachter wat dat hoogste, wat die stip op de horizon is? Ja, wat die stip op de horizon is, dan heb je het alweer over een doel, hè? Ergens waar je naartoe wil. En ja, dat weet ik niet. Het kunnen ook waarden zijn, of een manier om te leven. Ja, of over de mens die je wil worden of wil zijn, hè? Dat kan ook nog vanuit het zijnsveld, hè? Niet per se vanuit het doelveld. Ja. Ja, hoe kom je erachter wat die stip is? Hè? Laat het, als het een doel is. Ik denk, het gevaar is denk ik dat mensen vaak op zoek zijn. Kijk, bij mij komen ook vaak mensen die zeggen, ja Alex, ik kan mijn purpose niet vinden. Wat is mijn purpose? En dat impliceert dan dat je dat kunt vinden. Maar dat kan helemaal niet, want het is niet een ding dat ergens ligt. Je kunt wel bewust besluiten om zo purposeful, zinvol te gaan leven. En, maar dan wordt het meer een keuze dan dat het iets is wat je vindt. Je kunt een doel kiezen. En op het moment dat jij voelt, nou, dit is iets waar ik echt enthousiast van word. Dit is iets waar ik echt van ik voel dat wil ik naartoe. Maar dan kun je doelen stellen om daar naartoe te gaan. Okay. Maar mensen zijn soms heel erg op zoek. En dat is het gevaar. Ik moet een purpose hebben, want anders ben ik niemand. Of anders ben ik niet gelukkig, word ik niet succesvol. En dan zit je in het verkeerde denken. Oké. Dus je zit in het verkeerde denken, omdat dan de onderliggende assumptie is dat het iets is wat je moet vinden of kunt vinden. Ik heb zelfs een keer voor. Wat ik heel terug, anders vergeet ik het. Je zegt als je op een gegeven moment ergens interesse voor hebt en daar dan stapjes zet om die interesse te volgen, dat is een manier om purpose te vinden, wat dat woord dan ook betekent. Ja, om iets te doen wat voor jou zin heeft. Hè, en dat hoeft niet, je hoeft niet een soort van je roeping gevonden te hebben. En misschien vind je die wel, maar ja, die kans is niet per se aanwezig dat je die je roeping vindt. Maar de vraag is dan, wat ga je in de tussentijd doen? Ga je wachten totdat je in één keer het inzicht hebt? Of ga je besluiten, ik ben hier toch in dit leven, ik moet iets gaan doen, want anders verveel ik me. Wat is voor mij op dit moment het meest zinvol? En is dat mogelijk? En zo ja, hoe kan ik dat dan verwezenlijken? En dan kom je al wel gauw bij je ware interesses uit. Alleen daar heb je wel wat werk voor nodig om één, te weten wat zijn mijn ware interesses. En ook twee, in hoeverre sta ik mijzelf toe om mijn ware interesses te gaan onderzoeken? Of zit ik in een ego vast dat zegt, ja, maar die interesse die ik heb, ja, die kan ik niet verwezenlijken, want dat past niet bij wie ik zoals ik wil zijn of hoe ik in de wereld mezelf wil neerzetten. En dan kom je weer terecht bij, om een simpel voorbeeld te noemen, ik merkte dat ik bij GSA werkte, kledingmerk, jaren gewerkt. En ik merkte op een gegeven moment dat naast de sales training en dergelijke die ik gaf, dat ik een behoefte kreeg om te gaan schrijven over het leven. Alleen ik had zo'n beeld van, ja, dat is niet cool man. Van die
van die uitspraak over het leven gaan schrijven, dat past niet bij mijn imago dat ik heb. En kijk, dan ben je een gevangene van het beeld dat je van jezelf gecreëerd hebt. En dan ben je niet langer vrij. Dus ik merkte dat er iets door mij geboren wilde worden. Hè. Dat wil iets naar buiten. Zelfexpressie. Iets waar ik echt een ware interesse voor heb. Dingen opschrijven over het leven die voor mij zin hebben. Alleen ik kwam in gevecht met, ja, maar dat is niet cool. Dat past niet bij mij. En toen dacht ik, maar wacht eens even. Wie is dan die mij waar dat niet bij past? Wie ben ik eigenlijk? Ben ik dat beeld van mezelf? Of ben ik dat wat constant in wording is en naar buiten wil treden? En dan moet je de keuze maken van, ben ik bereid om dat beeld wat ik van mezelf heb los te laten, om te doen wat ik daadwerkelijk de moeite waard vind. En dat is voor mensen een hele moeilijke stap soms. En dat is ook, dat is, mensen hem niet nemen. Dat is het stukje loslaten van een bepaalde identiteit. En dat vinden mensen heel moeilijk. Ja. En het is ook moeilijk, het is ook hartstikke eng, want mensen kennen jou op een bepaalde manier. En als je in één keer een andere kant van jezelf gaat ontwikkelen die mensen niet kennen, dan kan het zijn dat mensen daar misschien niet op aanhaken of je raakt mensen kwijt. Die denken, wat een vreemde gozer is dat geworden, daar moet ik niks van hebben. Dat zou kunnen, ja. En ben je bereid om die consequenties te dragen? Je zult ongetwijfeld ook weer nieuwe mensen ontmoeten die wel weer aangaan en resoneren. Ja. Dat is ook het pad wat ik gekozen heb. Er zijn mensen die denken, die Alex is niet goed wijs. En ja, misschien hebben ze gelijk. Maar er zijn ook mensen die ik heb leren kennen, juist door dit pad te volgen, waarmee ik heel erg nieuwe vriendschappen heb opgebouwd. Ja. Maar misschien even terug over wat jij zegt, over het in lijn brengen van misschien wel je visie met je gedragingen. Ik denk dat het altijd heel erg belangrijk is om misschien ook niet te ver vooruit te kijken, maar misschien, wat wil je het komende half jaar gaan doen met je leven? Mensen zijn heel vaak bezig met dat hele grote doel. En als je dat hebt, prima. Mm-hmm. Werkt naartoe. Maar dat kan ook te overweldigend zijn of te moeilijk. En dan is het misschien makkelijker van, wat wil ik het komende half jaar doen met mijn tijd? En dan kleiner. En dat dan gaan uitwerken in stapjes. Ja, daar kan ik me voorstellen. Ik heb hier ook neergezet. Jordan Peterson, iemand die we beide, in ieder geval ik volg en jij ook interessante man vindt, die heeft het wel eens over de aim and the day. Dus je hebt een aim en je hebt de dag. Ja. Nou, volgens mij is dat in lijn met waar we het net over hebben. Maar hij heeft het ook vaak over, je hebt to sacrifice the present for the future. Ja. Kun je mij eens uitleggen wat hij daar in essentie mee bedoelt? Want ik vind het... Ja, dat zou je aan hem moeten vragen. Maar, ik denk dat het heel makkelijk is. Als je in balans wil leven... je ontkomt er niet aan dat je ook... Ja, als je geluk hebt, besta je over 10 jaar ook nog. En als je goed wil leven, moet je je ook bewust worden van... Wacht eens even, wat ik nu doe, is dat ook goed voor mijzelf als ik 10 jaar verder ben en terugkijk. Hè? En in die zin helpt het om een soort gezonde relatie op te bouwen met je toekomstige zelf. En dus het bewuster worden van, ja, wat ik vandaag doe, feesten en bier drinken, is nu hartstikke leuk. Maar als ik 10 jaar verder ben, hoe kijk ik daarop terug? Hè? En dat wordt er bedoeld met een deel van je present opgeven. En eigenlijk is dat een deel van je... korte termijn verlangens of instant gratification, hè, wat we noemen, dat opgeven voor iets dat meer waard is op de lange termijn. Ja. Alleen waar ik... Grappig is, dat ik, begrijp ik. En ik, volgens mij, als je een goed leven wil hebben, dan is het in heel veel gevallen heel handig om gewoon de toekomst te kiezen in plaats van het huidige, omdat dat gewoon leidt tot een goed leven. Alleen ja, doe het maar eens. Ja. Theoretisch gezien, en het is logisch, ja, niet zuipen. Als je je hele leven sacrificed voor een hoger doel, ja, die mensen zijn er ook. Geschiedenisboeken staan er vol van. Alleen wat voor mij werkt, en ik kan alleen maar spreken voor mezelf in die zin, is dat ik een soort balans heb tussen plezier maken nu en daar ook mezelf toestaan dat ik oneindig mag genieten van het leven. Zonder dat het per se te veel ten koste gaat in de toekomst. En daar zit ook weer een stukje gezonde balans in. Kijk, ik vind het ook geweldig om met vrienden de kroeg in te gaan en lekker biertje drinken op het terras te zitten. Dat is heerlijk. Drink je weer trouwens? Ja, wisselend. Af en toe heb ik fases dat ik gewoon even, bijvoorbeeld toen ik Vipassana uitkwam,
toen had ik even zo'n fase van, nou, ik heb eigenlijk helemaal geen zin om te drinken. Ik wil lekker mediteren en als ik dan een biertje drink, dan ben ik uit die state of mind. Maar ik merk ook wel dat ik vatbaar ben voor het Amsterdamse leventje. Dus en dan is het weer mooi weer, zit je met vrienden op het terras en dan, ja, dan wordt het ook wel heel saai als ik helemaal niks drink. Dus ik probeer het een beetje te balanceren. Minder dan, volgens mij was je toen gestopt dan een paar maanden. Ja, toen wat ik toen merkte is, dan word ik daar weer heel rigide in. Ja. En dat, vind ik belangrijk, dat werkt ook niet. Dan ga ik, dat is weer die balans vinden. Ja, ja, ik vind zwart-wit denk. Maar wat mij voor mij meer beter helpt, heb ik ontdekt, is niet om mezelf heel streng te zijn voor mezelf, maar om mildheid op mezelf toe te passen. Dat het op zich alles mag, maar het hoeft niet. En op het moment dat alles mag, maar het hoeft niet, dan is het dus een andere houding dan als ik mezelf allerlei dingen ga verbieden. Oké, okay, dus alles mag, maar het hoeft niet. Dus je mag. Dus ik mag van mezelf een biertje drinken, het hoeft niet. En dan zit ik daar heel anders in dan als het, dat mag niet van mezelf. En dat is een beetje, dat vind ik, dat werkt niet voor mij. Dan ga ik rebelleren tegen mezelf. Ja, ja, ja. Dus dat, dat werkt niet. Want je dictator van jezelf. Nee, en wat ik merk, wat veel makkelijkere manier is. Kijk, op het moment dat je iets vindt, kijk, waarom gaan mensen elk weekend zuipen en feesten en elk festival, is omdat ze, omdat dat het leukste is wat ze op dat moment te doen hebben. En het werkt niet om jezelf dingen te verbieden. Wat veel makkelijker werkt, is om iets te vinden met je tijd om te doen dat nog leuker is. Ja, dat nog waardevoller is, dat nog zinvoller is. En dan kom je op purpose uit. Op het moment dat ik lezingen ga geven of ik heb workshops en ik ben aan het mediteren en ik ben met dingen bezig, dan heb ik helemaal geen zin om dan zie ik uitgaan als een waste of time. Oké. Okay. Dus vervang het met iets dat beter is. Nou, dat is eigenlijk een beetje de. Dus op het moment dat je iedere weekend nog de behoefte hebt om zowel op vrijdag als op zaterdag een stukje je kraag te drinken, dan zou een manier komen kunnen zijn om wat minder te doen in plaats van jezelf met een zweep te slaan en zeggen je mag niet meer drinken en dan iedere vrijdag en zaterdag weer te falen. Na te denken van oké, wat maakt dat het leukste in mijn leven is om op vrijdag en zaterdag. Wat is het bewust van waarom je dat eigenlijk doet? Wat kan zijn is dat je je door de week helemaal te pletten werkt voor een bedrijf waar je eigenlijk misschien helemaal geen emotionele betrokkenheid bij voelt en dat je juist daardoor heel erg de behoefte hebt om uit die leegte te ontsnappen en dan naar in dat feestje te duiken. Ja. Ah, ja, dan heb je staat een klont in je broek? Ja, broek. Mijn broek, ja man. Ik heb hem niet gezien nog maar. Hierop. Ik heb trouwens wel echt een boxershort waar een quote in staat. Dat is echt geen welke is het? Van mij de boxershort label. En een handdoek, hè? Fantastisch. Even voor de kamer maken. Maar er staat dus aan de binnenkant staat dus een quote. Die constant weer anders is geweldig. Oh, may the force be with you, stond er van mij. Dus echt een quote in mijn broek. Maria Broek stond een quote. Yeah. You often feel tired, not because you have done so much, but too little of what sparks a light in you. Ja, dat stond er niet helemaal. Even opnieuw. Je leest hem verkeerd voor, of je hebt hem verkeerd uitgeprint. You often feel tired, not because you have done too much, but too little of what sparks a light in you. Ja, precies. Wat zei ik net dan? Ja, je zei niet too much, maar in ieder geval de zin klopt er niet. Ja, klopt er niet, oké. Okay. You often feel tired, not because we've done too much, but because we've done too little of what sparks light in us. Dus, en dat zie je heel vaak nu ontstaan. Er is ook een begrip dat nu eigenlijk net zo relevant is als burn-out, dat is bore-out. En bore-out, als je het hebt over de flow staat. Ja. Op het moment dat je de uitdaging groter wordt dan jouw skills, dus wat er van jou verwacht wordt, wordt groter dan dat je aan kunt, dan krijg je anxiety, angst en dan ga je rennen, vliegen, slijten, burn-out. Op het moment dat er veel minder van jou verwacht wordt dan dat jij aan skills hebt, dan ga je vervelen. En dat leidt tot apathie en op een gegeven moment tot bore-out. Dat voelt een beetje als roesten. Weet je, ik roest weg in de organisatie, want eigenlijk verbruik ik mijn potentieel niet. En het werk is eigenlijk veel te makkelijk en het daagt me niet uit. En vaak is dat nog vermoeiender dan hard werken. Ja, dus dan denken mensen, dan komen ze aan het eind van de dag terug, hebben ze 8 uur gewerkt en denken ze, man, wat een zware dag. Ja, wat heb je eigenlijk gedaan? Ja, niet zoveel. Maar ik zit te lang op dat werk, ik moet misschien minder werken. Nee, je moet daar tegenover iets stellen, denk ik, dat je zoveel betekenis voor je heeft, waar je dat vlammetje van aangaat, wat energie geeft.
Maar in dat werk, dus nadenken over hoe je dat kan vinden in je werk. Dat zou kunnen wel. Oké, en als dat niet kan, dan kan ik me heel goed voorstellen dat bij heel veel mensen niet kan. Nou, ik heb dus, ik krijg heel vaak met de organisatie te maken met mensen die in de gouden kooi vastzitten. Goed salaris. Goed salaris, alles. Fantastisch. Hè? Secundaire. Die zijn, dat was een tijd in de tijd dat we medewerkers aan de organisatie moeten binden. Nou, we krijgen een goed salaris, gouden kooi. Zij zijn letterlijk gebonden aan de organisatie. Maar eigenlijk willen ze helemaal niet werken. Want het werk dat ze doen, daar halen ze geen uitdaging meer uit. Maar ja, ze gaan ook niet meer weg. Want dan moeten ze hun hele levensstijl loslaten. Ja, dan wordt het moeilijk. Of je dan. Stel dat dat niet kan. Stel, je hebt een baan en je hebt verantwoordelijkheden, financiële verantwoordelijkheden. Je hebt een gezin, dat moet je onderhouden. Volgens mij zei je net, dat moet je er iets tegenover zetten wat genoeg licht in je doet ontvlammen dat je dat het wel vol te houden. Moet je dan een hobby vinden? Of moet je dan salsa dansen? Kijk, er zijn mensen die daar ook van houden. En het is ook belangrijk om bewust te worden van wat is nou daadwerkelijk het belangrijkste? En kijk, op het moment dat jij werkt omdat het je heel veel geld verdient en je hebt bewust de keuze gemaakt van mijn werk is voor mij een manier om geld te verdienen, is er niks mis mee. Als je dan daarbuiten nog wel dingen hebt waarvan je weet, dit is echt de moeite waard. Ik spreek wel eens leidinggevenden die zichzelf te pletten werken, maar die wel tegen mij zeggen, Alex, ik weet heel goed wat het belangrijkste is. Want het belangrijkste is nog steeds mijn kinderen zien opgroeien. Als ik een zandkasteel kan bouwen met mijn zoontje op vakantie, dan geeft mij dat alleen al zoveel arbeidsvitamintjes weer om weer keihard te werken. Prima. Het wordt pas een probleem op het moment dat je echt merkt van ja, ik ben niet op de juiste plek. En ik ga hier aan onderdoor. En ik zit in een werkomgeving vast die zoveel van mij vergt. Maar ik kan dat eigenlijk niet meer opbrengen. En het kost meer energie dan dat het mij oplevert. Ja, dan ontkom je er niet aan en dat is geen duurzame oplossing. En dan heb ik vaak mensen die tegen mij zeggen, ja, maar het is zo'n risico om iets anders te gaan doen. Maar ik draai dan de vraag om. Wat kost het je als je blijft? Ja. Ik heb letterlijk mensen in 5 jaar tijd 10 jaar zien worden. Ik heb ook mensen in 5 jaar tijd 10 jaar jonger zien worden. Dat gebeurt echt. Ja. Maar is dat iets wat we dan als mensen vaak niet meenemen, onze beslissing? Dat blijven ook een keuze is. En niet veranderen dat ook kost. Dat is ook een keuze, ja. Nou ja, wat ik denk misschien nog wel, en dat wil ik wel even introduceren. Dat is ook dat is wel een thema waar ik heel erg mee bezig ben. Is dat we onze behoeftes proberen te vervullen vanuit het verkeerde perspectief. Ik ben heel erg gecharmeerd van het werk van Erich Fromm. Een psychoanalyticus was dat. Die was heel groot in de jaren 50 en 70. En die heeft een boek geschreven in 1976, geloof ik. Als je dat nu leest, lijkt het wel alsof het vandaag de dag geschreven is. Gigantische eye-opener was het voor mij. Dat boek heet To Have or To Be. Wat maakt dat het kom. Het boek heet To Have or To Be. In Nederlands is vertaald als een kwestie van hebben of zijn. En Erich Fromm stelt eigenlijk dat er 2 fundamentele manieren zijn om in het leven te staan. 2 existentiële modus eigenlijk. Hè? Hij noemt dat de having mode en de being mode. De heb modus of de zijns modus. En vanuit de heb modus zie ik het leven als constant meer hebben. Meer vergaren, meer bezitten. Meer willen hebben. Meer willen hebben. Kom. En dat is ook belangrijk, want we hebben ook vanuit de heb-modus zijn er ook behoeften. Wij hebben ook dingen nodig. Ik heb water nodig, dat moet ik hebben. Ik moet zuurstof hebben, ik moet drinken of eten hebben. Knuffel af en toe. Af en toe een knuffel. Maar we hebben ook een zijnsmodus. En vanuit die zijnsmodus, zijn is eigenlijk leven. Zijn is ook flow. Zijn is eigenlijk dat wat constant in beweging is. Ik ben in de wereld. En met dat ik in de wereld ben, ben ik ook constant in wording. Dus in die zin is zijn en worden is ook hetzelfde. Want ik ben iets dat constant in wording is. Ja. Constant aan het vernieuwen is. Constant aan het ontwikkelen. Waar nu het probleem vaak zit, wat ik zie, is dat wij zijnsbehoeften proberen te vervullen vanuit het hebdenken. Dus ik ervaar een bepaalde leegte omdat ik mij niet ontwikkel. En om die leegte op te vullen, ga ik een nieuwe auto kopen. Een nieuwe auto hebben. Maar dat werkt niet. Dus dat werkt even als een soort van afleiding van, maar zodra die auto even een paar dagen in bezit is, dan kom ik weer terug in die leegte. Dus wat ik heel erg zie, is dat we op het moment dat je vanuit het hebben naar de wereld kijkt en je zelfs
gaat identificeren met wat je hebt, want daar zit het probleem. He, dus ik ga mij identificeren met alles wat ik heb. En dat is het ego eigenlijk, he, simpel even gezegd. Wat er gebeurt, en dat stelt Fromm heel helder in het boek en prachtig. Hij zegt, als ik ben wat ik heb en ik verlies wat ik heb, wie ben ik dan? Niks, ja. Dan ben ik niks, dan ben ik een soort gefaald iemand. En ik zie het heel vaak gebeuren in het bedrijfsleven. Je hebt een bepaalde baan en daar identificeer je daarmee. Ik ben manager. Of ik heb een status als manager. Ik identificeer met de vrienden die ik heb. Ik identificeer me met de relatie die ik heb. Met alle bezittingen die ik heb. De materiële die ik heb. En dan inderdaad, op het moment dat je dat verliest, wie ben je dan nog? Of was er al iets voordat je alles bezat, wat er al altijd al was? Was ik al? En wat ik nu heel vaak zie gebeuren, en wat trouwens ook mooi is, is hoe we ook al in het Engels ook spreken over het verschil tussen having sex en making love. De een komt vanuit het hebben, ik wil een ervaring hebben. De ander komt vanuit de participatie van het zijn zelf. Hè? Ja. Het creëren en het maken en het verschil maken, et cetera. En wat we vaak doen is dat we die twee door de war halen. En vaak zitten we ook in organisaties vast in die hebmodus. Als ik naar gemiddelde CEO luister, die vertelt, grappig, ik had het hier vanochtend ook over in een podcast, in het Engels, dus ik wil bijna het Engels gaan vertellen, switchen. Als ik naar organisaties luister, vertellen een strategie, dan gaat het vooral over wat ze als organisatie willen hebben. Het gaat over cijfers, we willen dit hebben. Maar dat inspireert natuurlijk niemand. Het inspireert pas als we gaan vertellen over wie willen we als organisatie zijn, hoe willen we in de wereld staan, wat willen we maken, wat willen we bouwen met z'n allen, wat willen we creëren. Dat is uiteindelijk waar we behoefte aan hebben. Nou, wat ik heel erg zie gebeuren is dat we dus ons identificeren met wat we hebben en op zijnsvlak vaak tekort komen. En zijnsvlak bedoel ik vooral de ontwikkelingsbehoeften. Volwassen worden, bepaalde psychische volwassenheid bereiken. Creativiteit, zelfexpressie, kunst, cultuur, dans, alles wat daarbij hoort bij het zijn. Dat is vaak wat het leven een bepaalde vervulling geeft. Niet dat wat we allemaal hebben. Oké, dus daarmee bezig zijn, zijn de manieren om daarmee bezig te zijn, meer met zijn bezig zijn in plaats van hebben? Ja, zeker. Toevallig is het een thema voor mij. Nou ja, kijk, het zijn. Dit is een fantastisch voorbeeld van iets wat uit zijn ontstaat. Wij zijn een gesprek aan het voeren en daarin zijn we eigenlijk iets aan het creëren. Ik ontvang een bepaald inzicht van jou, jij ontvangt een bepaald inzicht, we delen iets. We veranderen daar ook allebei, dat is constant in wording. En daarom voelen we mooie gesprekken altijd zinvol. Omdat we zijn letterlijk aan het leven, we zijn een soort flow aan het creëren. Het wordt pas anders op het moment dat we gaan besluiten van tevoren, wij moeten daar iets uithalen uit dit gesprek. We moeten het een bepaalde richting insturen, ik wil een bepaalde uitkomst, ik wil daar zoveel views op krijgen. Weet je, dan zit je al in die hebmodus. En dan ben je eigenlijk uit het nu, uit het moment, en dan ben je niet letterlijk aan het leven. Dan kom je in een soort hebzucht terecht eigenlijk. En daar kun je heel makkelijk bewust van worden door jezelf eens af te vragen van wat zijn eigenlijk mijn drijfveren? Ben ik vooral bezig met iets te willen hebben? Of ben ik bezig met iemand te worden of iets, of met zijn, met mezelf ontwikkelen, met compassievol mensen benaderen, met in het leven staan letterlijk. Daar kun je bewust van worden. Daarom is meditatie fantastisch. Meditatie is een fantastische tool om daar al meer te zijn. En los te komen van dat we hebben. En die identiteit constant los te laten. Maar het is niet makkelijk. Want op het moment dat jij ergens heel goed in bent. En dan ga je daarmee identificeren met dat wat je, met de vaardigheden die je hebt. En de skills die je hebt. En op het moment dat je in één keer in een situatie komt waarbij die vaardigheid niet meer nodig is. De wereld verandert. Dan in één keer verlies je niet alleen een stukje vaardigheid. Je verliest ook een stukje identiteit. Want je was iemand en in één keer ben je niemand meer. Terwijl je was al die tijd al dezelfde. Ja. Het probleem is dat je identificeerde met wat je had. Ja. Ik heb heel erg met mijn onderneming gewerkt. Toen aan het begin, toen dat nog niks was, dan had ik nog geen klanten. Ja. Mijn hele identiteit die hing aan die onderneming. Dus als mensen dan vroegen hoeveel klanten heb je al, dan zeg ik ja, nog niemand. Ja. Dan zei ik eigenlijk ook mezelf, ja,
vind mezelf ook eigenlijk een eikeltje. Maar dat is het bizarre, want eigenlijk... Heel gek. Heel eigenlijk, gek. Ik heb geen klanten, dus ik heb nog niks, dus ik ben niks. Ja. Dat is bullshit. Ja, dat, I know. Ja. Maar zie je wel, je maakt daar voor de gek daar. Ja, ja. Ik zat na 6 maanden zat ik op de huilen tot de bank omdat ik iets te veel gewerkt had, zeg maar. Want mijn antwoord was alleen maar harder werken. Ik denk, ja, dat moet gewoon, nu moet dat... Ja. Maar dat was meer hebben dan zijn, denk ik. Ja. Maar ik heb het ook gehad. Ik was vroeger op de basisschool en... Met sport en zo was ik altijd vrij snel. Ik pakte dingen snel op. Ja. Dus dat was ook een deel van mijn identiteit. Op een gegeven moment, toen ik naar de universiteit ging, toen had ik wiskundige vakken. Daar begreep ik geen reet van, joh. Maar ja, ik pakte dat dus ook niet snel op. Dus dan haalde ik dat ook niet. Totdat ik op een gegeven moment die toets moest halen. Anders had ik 2 jaar lang voor niets gestudeerd. Maar het kostte me zoveel moeite om iets te leren waar ik dan niet heel snel goed in was. Als ik heel snel feedback kreeg van, oh, dat lukt wel, vond ik het prima. Ja. Als ik het niet, dat was gewoon niet mijn identiteit. Nee, ik moest ergens snel goed te zijn, anders vond ik het niet leuk en dan kon ik het niet doen. Lastig. Ja, dat is ook gevaarlijk, want in die zin, ik herken het namelijk bij mezelf ook, wat er nog vaak gebeurt. Omdat je vaak dingen heel snel oppakt. En dus, kijk, dat is ook een beetje het nare met het onderwijssysteem. Je gaat naar de basisschool en het wordt een soort van aangeboden voor het gemiddelde. Dus als je minder dan gemiddeld bent, dan heb je eigenlijk een probleem. Maar als je bovengemiddeld bent ook, dan gaat het jou niet snel genoeg. En wat er dan gebeurt, als je dingen dan zo makkelijk en snel oppikt, wat je dan dus niet leert, is ergens hard voor knokken. Nou, exact. En de feedback is ook nog, als ik niks deed, dan had ik een hoog cijfer. En dan kwam ik thuis en dan was het te gek, want ik had een hoog cijfer. Ja. Dus ik werd ook... Dus het wordt ook niet aangeleerd. Nee, exact. En dan zie je dus alweer, dat we dan ook alweer de identificatie maken met, zie, ik heb de resultaten bereikt. He, dus ik heb wat ik nodig heb, wat ik moet hebben. Ja. Dus ik klaar. Maar je ontwikkelt je zijn daarmee niet. He, je discipline, je hele wezen ontwikkel je daar dus niet mee. Ja, omdat we eigenlijk dus ons succes afmeten aan die resultaten. Dat cijfertje, ik heb een goed cijfer, dus ik, prima zo. Ja. Maar het gaat ten koste van de ontwikkeling van jouw wezen. Je leert niet je ergens in vast te bijten, te knokken, door te gaan op het moment dat je eigenlijk wil ophouden. Ja. En die interne dialoog met jezelf aangaan en dat gevecht, dat leer je niet. Ja. En wat er vaak gebeurt, dat heb ik geleerd van een professor uit Antwerpen, volgens mij. Die had een heel erg. Ik had een keer een mooie lezing gegeven over hoogbegaafdheid. Waarom hoogbegaafde mensen vaak onderpresteren op school. En dat ging dus precies hierover. En zij liet ook zien, of ze vertelde ook, dat in haar onderzoek altijd uitkomt dat die kids die dus hoogbegaafd zijn, vaak beginnen te falen op het moment dat ze Latijn en Grieks krijgen op het gymnasium. Want dan moet je Latijn en Grieks. Okay. Dan moet je in één keer. Ik weet niet hoeveel duizend woordjes in een hele korte tijd uit je hoofd leren. En dan leer je in één keer dat met dingen snel oppakken, kom je daar niet. Daar is gewoon hard werk voor nodig. En wat gebeurt er dan? Dan merk je dus van, wow, dit is eigenlijk wel heel pittig. En dan komt die stem, die innerlijke criticus, die zegt dan, ja, maar waar heb je dit voor nodig? Je gaat toch niet, waar heb je Latijn nog iets voor nodig? Heb ik helemaal niet nodig? Zie je wel? Nee, is niet belangrijk, is niet zinvol. Ja, ik haat en dan ben je natuurlijk creatief genoeg om tegen je ouders te zeggen van, goh, dit heb ik helemaal niet nodig. Want het is toch niet zinvol. Maar eigenlijk wat er gebeurt is dat je niet geleerd hebt om met die innerlijke criticus om te gaan. En te zeggen, ja, wacht eens even, dit is wel belangrijk. Ik moet nu gewoon hard werken. En dit ben ik gewoon niet gewend. Dit heb ik nooit geleerd. Ja. Dan, ja, als je daar niet goed in begeleid wordt, dan kan het zomaar zijn dat je, zoals ik bijvoorbeeld, met 2-3 op je rapport van 4 gymnasium naar was het 4 HAVO moet. Ja, ja. Daarom raakte mij dat verhaal van die vrouw mij zo erg. Dat ik dacht, dit klinkt een beetje herkennend. herkenbaar. Heb jij ook, dat merk ik steeds vaker, dat ik vind mezelf totaal niet lui. Ik denk op heel veel vlakken kan ik heel veel discipline opbrengen. Maar als ik ergens het nut niet van inzie, dan kom ik er ook steeds achter. Maar de eerste... Heb ik het nu altijd door, weet ik niet. Maar als ik iets niet leuk vind, dan kost het me zo fucking veel moeite om daar überhaupt mee bezig te zijn. Maar vroeger dacht ik wel eens van, hoe komt het dan? Ben ik dan niet gedisciplineerd? Ben ik gewoon lui? Maar als ik iets leuk vind, sporten, doe ik iedere dag. Dat vind ik het leukste wat er is. Kost me geen moeite. Ja. Hoef niet eens over na te denken. Zeggen andere mensen, ja, Sesky, je hebt zoveel discipline. Discipline? Ja. Hoe bedoel je? Ik vind het fucking leuk om te doen. Selectieve discipline. Selectieve, ja. Precies, ja. Maar hoe is dat bij jou gegaan? Want we gewoon natuurlijk over jou, maar even terug te brengen naar hoe het bij jou ging. Want jij zegt ook, van op het moment dat ik het nut er niet van inzie, dan vind ik het heel moeilijk om iets vol te houden. Ben je dan ook vaak geswitcht van zaken? Dat kan me voorstellen. Ja.
hoe leer je dan jezelf toch de discipline aan om de dingen te doen die toch gedaan moeten worden? Ook al vind je ze niet zo leuk. Dat is een goede vraag. Ik heb elke keer als ik iets moest doen wat echt veel moeite kost, bijvoorbeeld de wiskundige vakken halen of leren voor een groep spreken, of ik heb vroeger één wil leren fietsen, waren dingen die echt fucking moeite. En elke keer als ik de voldoening die daaruit kreeg, die was zo groot dat ik ergens ook weet dat juist de dingen die moeilijk zijn voor me brengen de meeste voldoening. Ja. Dus ja, dat met die wetenschap doe ik die dingen. Die podcasten, met een camera, met een microfoon en dan mensen interviewen voor onderwerpen waar ik echt ballen verstand van heb. De eerste 10 keer, ik denk bij jou was ik iets ontspannender, denk ik. Ja. Ik had teruggeluisterd, merkte ik ook al, maar de eerste 5 keer, what the fuck, joh. Maar ja, elke keer als ik dan klaar was met die podcast, dacht ik, dit is zo vet om te doen. Ja, maar nu is de uitdaging, want nu wordt het straks een gewoonte en dan gaat het je in één keer gemakkelijk af. En dan zou het ook zomaar kunnen dat je denkt, moet ik een podcast opnemen? En dan kom je bij een discipline. Of heb je zoiets, dit blijft mij constant, dit fascineert mij eindeloos? Ja, het is echt een hobby. Dus ik heb niemand die verwacht dat ik een podcast doe. Of ik ben er niet van afhankelijk. Stel dat ik het nou echt niet meer leuk echt vind. Echt uit jezelf. Ja. Ja. En dat is ook wel belangrijk, denk ik. Ik weet niet of je wel eens de Big Five gedaan hebt, de persoonlijkheidstest. Ja. Ik weet het uit. Heb je nog de openness, of je daar hoog gescoord? Hoog. Ja, dat dacht ik al. Conscientiousness. Lager waarschijnlijk dan, ja, precies. Nou, maar dat is wel belangrijk, want daarom, het is sowieso belangrijk als je kijkt, als je bij wat voor werken doet, dat je op zoek gaat naar werk dat bij je persoonlijkheid past. Hè? Ja, het is super belangrijk. Het is zo moeilijk om je persoonlijkheid aan te passen zodat het bij je werk past. Ja. Wat heel veel mensen proberen, dat is zinloos. Maar het is veel makkelijker om werk te vinden dat bij je persoonlijkheid past. En als je een hele open persoonlijkheid hebt en lager op niet zo conscientieus bent, dus niet de kracht hebt vanuit discipline en resultaatgerichtheid constant die kleine stappen te blijven zetten en het plichtsgetrouwen hebt, ja, dan moet je eigenlijk wel iets vinden wat je eindeloos interessant vindt. Waardoor je als het ware erin gezogen wordt. Ja, dat je dus geen moeite kost. Dus dat je de discipline er niet voor nodig hebt, laat ik zo zeggen. Omdat het je eindeloos weer opslokt en denkt, wauw, dat is geweldig. Dat is de reden waarom ik met de psyche bezig ben en het leven. Ja, maar dat is de hele dag met die thema's bezig. Ja, ik kan er bijna niks van. Ja. Het is hetzelfde als met de muzikant. Die op een gegeven moment ontdekt waar muziek maken is echt het allermooiste wat er is. Ja, probeer die persoon maar in een corporate neer te zetten met een bureaucratisch geordend systeem. Dat is die persoon die... Dat kan niet. Nee. Ik denk dat het net zo erg is als je iemand met een hele open creatieve persoonlijkheid... Het is net zo erg als dat je die in een... Om die persoon in een heel bureaucratisch logge corporate neer te zetten. Excel document. Het is net zo erg als dat je een heel extrovert persoon de hele dag eens eentje opslaat. Ja. Je gaat gewoon iets, je hebt gewoon het gevoel dat je letterlijk verdort. Ja. Maar is dan, we hadden het net over zijn en hebben, is dan jezelf leren kennen, weten gewoon wie je bent en dat accepteren ook een manier om meer in dat zijnsveld te bewegen dan in het hebbenveld? Nou, dus moet je wel goede nuance aanbrengen tussen kennen. Misschien moet jij dat doen. Want, dat is het proberen. Het is best wel lastig, want kijk, je kunt kennis ook weer zien vanuit het hebdenken. Vanuit het hebdenken, vanuit hebben, heb je altijd zo'n gevoel van, ik heb niet genoeg kennis. Ik weet niet genoeg om een mening te kunnen vormen. Dus ik moet meer weten, want anders ben ik niemand. Denk aan de typische professor die vanuit het ego handelt en schermt met, kijk hoeveel kennis ik heb, kijk hoeveel ik weet, hoeveel kennis ik bezit. Dan heb je het over kennis als bezit. Maar jezelf leren kennen gaat over de actieve daad van jezelf constant beter leren kennen. Dan zit je in het zijnsveld. Dat is niet... Oh, dat gaat misschien niet, moet ik het goed zeggen, over kennis hebben over jezelf, alle feiten weten, maar jezelf daadwerkelijk kennen zoals je bent. Dat is anders. En dat is een beetje het verschil tussen jezelf kennen als in, ik ken mijn hele geschiedenis en mijn verhaal. En ik weet alles over mijzelf, alle feiten, waar ik vandaan kom, wie mijn vrienden zijn, etc. Maar jezelf leren kennen, zoals de Griekse filosofen dat bedoelden, en de spirituele tradities, gaat veel meer over jezelf kennen zoals je gebruiksaanwijzing. Hè, dus de operating manual. Ja. Hoe zit dit in elkaar? Hoe werk ik? En dan wordt kennen veel meer een actieve soort
Daarom is volgens mij, ik kan volgens mij boven het Delphi, wat was het ook weer, er stond ook zo'n in het, was het Grieks? Ja, ik zeg nu iets heel stoms. Maar een kennis van mij die is literatuurhistoricus en die legde mij een keer uit dat die Griekse zin die boven het Delphi theater, die altijd vertaald wordt als know thyself, dat niet betekent ken uzelf, maar leer uzelf kennen. En daar zit die hele belangrijke nuance in. Want het is niet dat je op een gegeven moment denkt, nu ken ik mezelf, ik heb de kennis. Ja, ja. Het is een constant proces van leren kennen, waarin je nooit uitgeleerd kunt zijn, denk ik. Oké. Okay. Dus maar zeg je daarmee dat het... Dus jezelf leren kennen is een actief proces. Oké, eens. Maar helpt jezelf leren kennen om minder in met dat hebben bezig te zijn? Ja, meer zeker. Okay. Absoluut. Absoluut. Okay. En vooral ook leren kennen waar je behoefte aan hebt en wat je verlangens zijn. En hoe dit hele ding waar je in het leven, het lichaam waar je zit, hoe dat goed werkt. Maar omdat op een gegeven moment wie je bent en wat je verlangens en je behoeftes en je ambitie zijn om de rest van je leven daarmee in lijn te brengen. Is dat dan een manier om... Maar stel dat je erachter komt dat je... Ik weet niet of het een goed voorbeeld is, maar gewoon echt heel graag dure auto's wil en een boot en al die dingen. Zeg je dan van dan is dat heel erg in het zijn van moet je dat lekker doen, ook al is het allemaal hebben. Of is een... Als je jezelf leert kennen en je zou dat echt doen, dan heb je uiteindelijk geen boten en rijkdom en auto's meer nodig. Nou ja, ik zeg vooral, mensen moeten vooral doen wat ze zelf denken dat ze moeten doen. Okay. Wie ben ik om te zeggen wat ze moeten doen? Laat ze... Kijk, de kunst is dat je zelf leert ervaren wat voor jou werkt en wat voor niet werkt. De belangrijkste les die ik ooit heb geleerd, denk ik, is dat ik alleen maar voor mezelf kan uitvinden wat voor mij werkt. En dat een ander moet uitvinden wat voor hem of haar werkt. Voor de een werkt het misschien om dure huizen te kopen en weet je, wat ik ook geweldig vind. Wat lijkt me ook leuk om in een mooi groot huis te wonen. Alleen, er is een reden dat het verhaal van de Boeddha. Boeddha is geboren in een paleis. En wat is het paleis? Het paleis is het, vanuit de het-modus is het paleis het ultieme. Wonen in een paleis betekent je hebt alles. Maar hij ging niet van niks weg uit het paleis. Omdat hij ontdekte van, wacht eens even, dat is niet alles. Er is meer. Ik wil mijn zijn, ik wil mijzelf leren kennen en ontwikkelen. En dan heb je het over die zijnstaat. Dus dat leidt dan af. Ja, dus ik zie heel vaak mensen. Dus eigenlijk een hele dus mooie manier. Hebben, maar die dus zich zo leeg voelen van binnen. En dan maar naar hele gekke feestjes gaan. Met hele gekke dingen doen. Gekke dingen moeten gaan doen. Of dus heel erg die high moeten voelen van bijvoorbeeld hele uitdagende sporten gaan beoefenen. Om constant maar die high te voelen. Terwijl volgens mij is dat gevoel vanuit het zijn, dat op het moment, dan kan ik alleen maar voor mezelf spreken, op het moment dat ik, heel stom voorbeeld, ik zat vanochtend thuis en ik zat heerlijk, gewoon lekker in mijn vel en ik heb al 2 dagen zo'n kleine libelle, die dus constant tegen het raam vliegt, die niet naar buiten kan. Ik heb hem gisteren geprobeerd te vangen om hem naar buiten te doen, dat lukte niet. En ik was gewoon op een gegeven moment vanochtend zag ik hem weer zitten. En ik met zo'n bakje in de weer en uiteindelijk lukte het me zo om hem naar buiten te helpen. En toen stond hij ook nog heel grappig aan de andere kant van de raam even weer te tikken. Zo, en ik zwaaide nog zo voor de grap. En toen vloog hij weg. En ik merkte dat terwijl ik daar de hele tijd mee bezig was, zat ik echt gewoon heerlijk in mijn vel. Was ik echt aan het genieten daarvan. En wat ik dan besef elke keer is dat geluk waar we zo naar op zoek zijn, dat zit hem helemaal niet in die pieken. Maar juist in die soort van glow die ontstaat op het moment dat je gewoon lekker kalm met iets bezig bent waar je helemaal in opgaat en waarbij het denken gewoon stil is. En ik heb een beetje het vermoeden dat op het moment dat je juist niet in die staat bent, dat je dan gaat zoeken in excessen. Dat is mijn vermoeden, maar dat weet ik niet zeker. Oké. Okay. Maar goed, voor hetzelfde geld is het helemaal niet zo. En ik zeg ook maar wat. Ja. Ja. Oké, okay. Het is een bescheiden manier om te zeggen dat misschien dingen hebben wel niet de weg naar. Ja, kijk, we hebben dingen nodig. Het lijkt er heel eerlijk in zijn, maar het wordt een probleem, en dat zeg ze ook in het boeddhisme, het wordt een probleem op het moment dat je aan dingen gaat hechten. En dus er is helemaal niks mis mee met een fantastisch huis hebben, mooie auto's. Er is niks mis mee. Ja, en hechten door je bijvoorbeeld identiteit eraan te halen. Ja, of okay. Op het moment dat je dus niet meer zonder kunt. En dus dat je er zodanig aan gehecht bent dat je in een soort controledrift komt en alles maar moet vasthouden en je het leven moet beheersen. Wat je dus ook in organisaties ziet, hoe hoger we vaak aan de top groeien. Ik zie dat nu met mensen om me heen die
van mijn leeftijd die steeds hoger in de organisatie doordringen, die gaan steeds meer van dat naar dat hebben toe. Ja. Want die krijgen weer een basis die zegt, ja, hoe staan de cijfers ervoor? We moeten betere resultaten hebben. Die zitten ook in het hebben vast. En ja, dat is maar ook in relaties, denk ik. Op het moment dat je de ander nodig hebt om gelukkig te zijn, dan kan ik me voorstellen dat dat niet goed doet voor de dynamiek in de relatie. Nou ja, misschien niet. Ja, natuurlijk, in die zin is er niks mis mee om te kunnen zeggen dat je wel liefde nodig hebt. Als je ik denk dat daar ook wel kracht in zit. Maar op het moment dat je afhankelijk wordt van de persoon. Ja. En wat ik denk, maar goed, ik ben zeker geen relatie-expert. Dat is absoluut niet mijn talent. Maar mijn leraar, die is wel relatietherapeut, dus die zei er heel mooi van. Hij zegt, het is altijd hetzelfde liedje als ik mensen op de bank heb zitten. Ze kunnen geen onderscheid maken tussen wat van hem is en wat van haar. En dan zegt ze altijd wel, jawel, dat weten we wel, want het huis is, staat op mijn naam, de auto is... En dan zegt ze, nee, dat bedoel ik niet. Maar het bedoelt meer van de verantwoordelijkheden. Geluk is mijn verantwoordelijkheid en niet die van jou. En dat soort dingen halen ze altijd door. Dacht ik, ja, daar kan ik me wel in vinden. Ja, ik ook wel, ja. Ik ook wel. En jij moet mij gelukkig maken. Nee, wacht eens even. Ik ben verantwoordelijk voor mijn geluk. Ja. En als ik maar gewoon vooral goed voor mezelf zorg, dan kan ik dat meer, kan ik ook meer uitdelen. Ja. Dat is ook weer gevaarlijk, want het is het gevaar dat je alleen maar met jezelf bezig bent. Ja. Ik heb, ik denk 2 maanden geleden, een situatie meegemaakt dat ik nooit iemand verteld en ik dacht op de podcast, denk nou, ik ga het nog wel zelf vragen. Ook omdat jij vorige keer het verhaal vertelde over die Marokkaanse gast die je toen op een gegeven moment tegenkwam en die had die Vipassana gehad en jouw angst voor, jouw angst was minder en daardoor kon je ook rustig tegen hem praten toen hij agressief op je afkwam, waardoor je een heel mooi gesprek had en hij uiteindelijk in tranen uitbarstte. Ik was laatst aan het hardlopen en ik kom er steeds meer achter. En in lijn daarmee heb ik ooit een quote gelezen. Most of suffering comes from thinking about yourself. Ik heb wel eens de neiging om alleen maar met mezelf te bezig zijn. Ik was toen 2 uur aan het hardlopen. En ik hoorde mezelf alleen maar vragen stellen. Ja, ik wil dit en ik moet dit. En ik was alleen maar met mezelf bezig. Die 2 uur lang. En op een gegeven moment ging ik lopen. En toen dacht ik, Thomas, je bent al 2 uur lang alleen maar met jezelf bezig. Is er misschien iemand anders, een vriend van je, die wel een belletje kan gebruiken? Of zou je ouders niet even een keer opbellen? Of zoiets, weet je wel. Misschien kun je, want ik weet ook dat anderen helpen, dat dat een goed gevoel kan geven. En ik ervaar dat ook. En op dat moment kom ik aan bij een stoplicht. En staat daar een blinde vrouw die dat ticketje was uit. Want normaal is het rood, dus hoor je tik, tik, tik. En dat was dus, dat was uit. En ik zag er zo een beetje verward, nou niet om zich heen kijken, maar bewegen. Dus ik zeg tegen mevrouw, heeft u hulp nodig? Ze zei, ik wil graag naar de overkant, maar dat ticketje is uit. Ik zei, nou oké, ik pak mijn hand wel even beter en dan loop ik naar de overkant. En toen had ik het, nou op een gegeven moment was ik aan de overkant. Zei ze, nou dankjewel. En toen liep ik door. Dacht ik, hoe kan ik hier nou weer betekenis aan geven? Ja. Ik ben echt totaal niet zweverig en ik, het lot, I don't know, ik vind het ingewikkeld. Maar is hier betekenis aan te geven? Jij vertelde vorige keer een verhaal over synchroniciteit, dat alles oplijnt met elkaar. Ja. Is dit hier ook een voorbeeld van? Of kan het een voorbeeld van? Nou ja, dat is een voorbeeld zolang het voor jou, zolang jij dat ervaart als een voorbeeld, denk ik. En kijk, het is ook een stukje bewustwording. Ik merk op wat mijn ervaring is, en ik weet niet of het klopt. Kan het misschien ook niet hard maken. Maar mijn ervaring is op het moment dat ik me bewust word van iets. En dan gaat een soort belletje, wat jij dus hebt van, goh, misschien moet ik eens even anderen. Dan verandert je bewustzijn en dan ben je in één keer naar buiten gericht. En dan zie je in één keer dat er misschien wel honderden mogelijkheden zijn. Okay. Waarbij je even iemand van dienst kan zijn. En dit is natuurlijk wel een geweldig voorbeeld. Je kunt bijna geen symbolischer moment voorstellen. What the fuck? Dus in die zin is het een heel mooi iets. Hè? En ik heb ook een keer zoiets meegemaakt waar ik ook echt niks van begrijp, maar wat mij wel heeft geopend voor, oké, dit is meer dan wij kunnen begrijpen. En dat is ook een zo'n soort ervaring als dit. En ja, ik weet wel dat je hebt soms wel dat je aan iemand denkt en diezelfde dag kom je iets tegen van die persoon of belt die. Ja. En volgens mij is dit te verklaren dat je om zoveel duizend dingen per dag denkt, dus dat het soms gewoon toeval is dat je op dat moment, dat het helemaal geen toeval is. Dus je kunt het statistisch altijd wel. Exact. Ja, maar, en dat zou dit ook kunnen zijn. Ja. Maar jij zegt,
op het moment dat je bewust ergens van wordt, dan dienen zich waarschijnlijk wel mogelijkheden aan. De ene is wel bijzonder dan de andere. Maar omdat je blik ergens anders op gericht is, ontstaat ook de mogelijkheid dat er zoiets kan gebeuren. Wat Carl Jung dacht, en ik heb zijn werk thuis liggen over synchroniciteit. Hij dacht dat synchroniciteit is iets wat constant aanwezig is voor hen die de ogen hebben om dat waar te nemen. Ja, dus dat het een soort, ja, altijd, maar dat vergt een hele soort van grote, denk ik, receptiviteit of openheid om dat ook te kunnen zien. Ik merk dat ik daar heel gevoelig voor ben. En dit zijn ook ervaringen uit het zijnsveld. Hè. Dit zijn ook niet dingen die kun je ook niet doen. Je kunt het niet regelen. Je kunt het alleen ervaren. En dan, ik weet niet wat het met jou gedaan heeft op het moment dat dit gebeurde en hoe je daarop terugkijkt. Wat het gevoel. Ja, dat weet ik niet of het me veranderd heeft, maar ik dacht wel, ja, dit is. Ik had wel een goed gevoel daarna. Een rustig gevoel. Kijk, het is een mogelijkheid. En jij kiest dan, op zo'n moment kun je kiezen. Hé, er wordt nu van mij gevraagd dat ik iemand van dienst ben. En dan kun je kiezen ja of nee. En jij kiest dan ja. En zo is het hele leven een spel van mogelijkheden. Ik moet dan kiezen. Maar dat er af en toe dingen gebeuren waarvan je denkt, nou, hoe dan? Nou, dat is echt. Ja, dat is wel echt. Dat is het mysterie. Dat is wel echt maf. En ik denk dat we proberen dan dat weer. Onze mind probeert dat dan weer heel erg te begrijpen van wat gebeurde daar. En ik was ook altijd zo. Ik wilde dan alles begrijpen, hoe werkt dat? En ik merk dat ik nu steeds meer rust vind in het niet weten. En het ervaren is genoeg. En heb ik weer zo'n moment dat ik denk, nou, dit kan niet waar zijn dat dit gebeurt. En dan geniet ik daar gewoon van. Denk ik, wauw, wat een mooi mysterieus momentje. Oké, dus het hoeft niet per se een betekenis aan te geven. Nee, ik ga niet meer zoeken naar wat betekent het. Het heeft ook geen zin, want maar dit is ook, je weet het toch niet. Nee, en het is ook enorm subjectief. Want ik kan het allerbelangrijkste moment aller tijden maken door te zeggen, nou, nu stop ik met mijn baan en ga ik ergens in Afrika, ga ik gewoon mensen helpen omdat me dat gelukkig maakt. Maar ik kan ook denken, ja, dat was puur toeval. Ja. Dus het is ook in die zin wel de. En in die zin is het ook wel, dat is ook weer een keuze. En het wordt pas problematisch als je denkt dat er een juiste keuze is en een verkeerde keuze. En dan wordt het in een keer, ga je spijt krijgen van allerlei keuzes die je gemaakt hebt. Maar dat is wel interessant. Die neiging heb ik wel. Want dan gebeurt er iets en dan wil ik een keuze maken wat dat betekent. En dat willen alleen al maakt alweer dat het hele moment weg is eigenlijk. Omdat ik een waardeoordeel moet hangen aan een bepaalde situatie. Terwijl, je hebt gelijk. Ja, dat moet je ook doen. Dat doe je constant. Je bent constant. Moet je kiezen van ga ik nu naar de sportschool of ga ik nu eerst eten? Ga ik nu dit doen of dat doen? En met die keuzes probeer je gewoon constant bewust te zijn. Wat is het meest zinvol om te doen? En dat is iets. Ja, die afweging moet je constant maken. Is het zinvol om nu heel veel bier te gaan drinken? Of is het zinvol om nu mijn ideeën op te gaan schrijven? Of mijn kamer op te ruimen? Of whatever. Ja, die afweging maak je constant. Oké. Maar wat zeg je? En dan heb je mensen die zeggen, ja, wat je ook kiest maakt niet uit. Dan denk ik, nou, wacht eens even. Er zijn ook, natuurlijk maakt het uit wat je kiest. In die zin, hè, dat je elke keuze die je maakt, opent een soort nieuw pad van mogelijkheden. En wat ik belangrijk vind, is dat ik constant moet vragen, stel dat ik iets doe, is dit dienend? Dient het mij? Of dient dit mij, of dient dit mensen om me heen? En dat is belangrijk, denk ik, om jezelf af te vragen. Oké. En op het moment dat het niet dienend is? Op het moment dat je is, bijvoorbeeld, voor een moeilijke keuze staat, dan is het goed om af te wegen van ja, wat zijn de consequenties van beide keuzes die ik maak? En daar een goede, wel of welke keuze in te maken, die het meest dienend is. Dat is zeker belangrijk. Hmm. Ik heb jou laatst een keer in een Instagram story gezien. Daar had je het over. Dat vroeger, toen social media er nog niet was, als je dan het mooiste meisje van de klas was, dan kon je daar heel veel zelfvertrouwen en voldoening uit halen. Dan was je echt wat. Mm-hmm. Maar tegenwoordig, als je het mooiste meisje van de klas bent, doe je vervolgens je Instagram open. En dan zie je duizenden andere vrouwen die veel mooier, veel knapper, veel mooier, veel knapper zijn. Wat denk jij dat de impact van social media is op de manier waarop mensen naar zichzelf kijken? Ja, ik denk dat het dus heel erg
Kijk, we worden constant omringd met idealen. En een ideaal veroordeelt jou per definitie. Daarom is het een ideaal. Een ideaal laat eigenlijk zien, hé, het kan nog beter. Op het moment dat jij, stel je bent bijvoorbeeld ook, je bent de beste drummer op het schoolplein. Er is niemand zo goed als je. Stel de beste drummer? De beste drummer. Oh, ja. Je kent niemand die je kent in de wereld is een betere drummer dan jij. Okay. Dan ben jij het ideaal. Waar andere mensen naar kijken. Maar op het moment dat jij in een keer in een andere soort van omgeving wordt neergezet, waar in een keer allemaal drummers zijn die veel beter zijn dan jij, dan in een keer verschuift het ideaal. En dan met dat ideaal, met die verschuiving, word jij je bewust van dat het nog beter kan. En kijk, de een confronteert dat. De een wordt daar onzeker van. De een denkt, oh, ik ben niet wat ik moet zijn. En, ik heb niet genoeg status, whatever. Die komt in onzekerheid. De ander laat zich daarin inspireren. En denkt, ja. Wow, ja, ja. Ik wil zo zijn. En ik, wat heb jij? Als je zo, als je ideaal tegen motiveert. Ik heb hartstikke ideaal, dat schrijf ik ook in mijn boek. Dat, kijk, de helden die mij inspireren zijn vaak de mensen waar ik een deel van mijn eigen potentieel in zie. En dan zie ik iets van mezelf wat nog niet gemanifesteerd is, maar wat ik misschien ook wel zou kunnen als ik al mijn energie erin stop. In die zin inspireert het mij gigantisch. Michael Jackson zei dat ook, hè? Die zei the best education is watching the masters at work. Ik dacht je ging zeggen dat Michael Jackson, ik denk misschien nog een carrière als artiest. Nee, laten we dat niet doen. Nee. Nee, nee, nee. De moonwalker. Ik doe veel bier, ja, dan wil ik het wel later doen, maar dan worden mensen blij van in die zin dat het lachwekkend is. Ja, ja, ja. Dat ze het zelf niet hoeven te doen. Nee, maar het is belangrijk. Kijk, dat met constant. En wat ik wel een beetje zie gebeuren, en dat vind ik een beetje zorgwekkend, is dat we. Dat sommige mensen kunnen niet met idealen omgaan. Dus wat gaan ze dan doen? Gaan ze ideaal proberen te vernietigen? En we zijn heel erg bezig met idealen veroordelen. Je mag bijna niet meer perfect zijn. Dit merk ik wel. Ja. En dat is eigenlijk, komt dat heel mooi terug al in heel veel oude verhalen. Kain en Abel, een van de oudste bijbelverhalen, is een prachtig voorbeeld, broedermoord. Mijn broer is succesvoller dan ik. Het ideaal, dat kan ik niet aan, want dat doet mij inzien dat ik niet geweldig ben. Dus ik vermoord mijn broer. Wat doe je dan? Dan vernietig je het ideaal. En wat ik ook vaak zie gebeuren is dat we ideaalbeelden soort van proberen af te breken. En misschien komt het omdat het te confronterend is. En dat vind ik heel zorgwekkend. Dat zie je ook volgens mij in Pinocchio. De film. Dat op een gegeven moment ook die kids alle soort van prachtige gebouwen, idealen aan het afbreken zijn. En dat zie je ook een beetje, zie ik soms ook wel een beetje in de westerse wereld ontstaan. Dat we een beetje, je mag bijna niet meer perfect zijn. Je mag bijna niet meer ambitieus zijn en iets vets in de wereld neerzetten. Want dan word je al gelijk weer veroordeeld. Je bent een strever of je bent. Nou, op zich, hard werken wordt toch nog wel geïdealiseerd in het Westen. Ja, zeker wel. Dat is altijd wel zo geweest. Ja. Maar het ideaalplaatje wordt een beetje. Heb ik het idee dat mensen een beetje moe van worden. Ja. Het kan ook confronterend zijn als je constant omringd bent met ideaalbeelden. Ja, en ik kan me ook voorstellen. Alleen wat je dan zit je alweer in het denken. Dat, waarom zou je moeten meten met anderen? Iedereen heeft zijn eigen unieke pad te bewandelen. En je hebt je eigen verhaal te schrijven. En je kunt niet het verhaal van anderen kopiëren. Ja. Nou, dat. En jij zegt net dat als je een ideaal van jou ziet, dan inspireert je dat omdat je een deel van je eigen potentie in die persoon ziet. Mm-hmm. Maar als het je inspireert, dan heb je ook ergens het vertrouwen en het geloof dat als je je energie erin steekt, dat je dat potentie ook kan benutten. Ja, maar ik kan ook, en dat heb ik zelf ook wel in situaties, steeds minder. Maar als je iets ziet van, dat zou ik ook wel willen, dat je dan überhaupt het geloof of de overtuiging niet dat je dat zou kunnen bereiken. Ja, ja. En dan kan ik me voorstellen dat het makkelijk is om dat ideaal af te breken. Als je toch niet vertrouwt, denk je, ja, fuck it, ik kan het niet. Dus dat is geluk en heb alles in zijn schotenwoord gekregen. Dat soort verhalen krijgen dan om het voor jezelf goed te praten. Exact, ga je net, maar dat kan ik, want ik weet ik van wat. Maar dan nog weer is het onderscheid te maken, is wat mensen vaak zien, is het succes. En ze willen niet per se het werk doen wat die persoon doet, want dat zien we niet. We zien niet dat iemand zich te pletter werkt 60 uur in de week. We zien het succes en dat succes willen we hebben. En dan zitten we in die headmodus en dan komt de jaloezie op of de onzekerheid. En hier helpt dat zinnetje wat jij in de vorige podcast ook zei. Niet ik wil dat succes, maar ben je bereid om 60 tot 80 uur in de week te rijden om daar te doen wat dat dan genereert. Ja. En dat is wel iets.
Kijk, de mensen waar ik door geïnspireerd word, dat zijn mensen die op een bepaalde manier in het leven staan. Denk ik, zo wil ik in het leven staan. Dat heeft veel meer met designsmodus te maken dan met alles wat ze hebben. Natuurlijk, toen ik jong was, leek het me ook fantastisch om heel veel geld te hebben. En mooie auto's te rijden. En ik hou ook heel erg van mooie dingen. Mooie ontwerpen, mooie horloges vind ik prachtig. Mooie. En vroeger hield ik daar, hechtte ik me daar alleen nog meer aan. En toen dacht ik, oh, wat geweldig als ik dat ook allemaal heb. Alleen hoe ouder je wordt, hoe meer je merkt van, ja, wacht eens even, het is ook belangrijk hoe je in het leven wil staan. En nu merk ik dat mijn idolen veranderen. En dat is ook heel mooi. En dus dat is ook wel iets, als mensen onzeker worden, van ja, iedereen is zo, van, heeft een bepaald ideaal, perfect en ik niet. Zoek dan andere rolmodellen die iets hebben waarvan jij denkt, ja, zo wil ik zijn. En laat je inspireren vooral daardoor. Hmm. Maar vergis je niet. Ik denk niet dat je altijd maar wil ruilen met het leven van een ander, hoor. Als je weet wat er allemaal... Ja, daar kom ik ook steeds meer achter. Ja. Ieder kruisje, ieder huisje heeft zijn, ja, zeker. Heeft zijn kruisje. Iedereen leidt. Maar dat is wel echt ook een serieus probleem. Dat het steeds, ook door social media, aangemoedigd wordt om de beste versie van jezelf te laten zien. Ja, want een foto, dat vind ik interessant om te zien. Ik zie wel eens dan, als ik ergens op een sociale gelegenheid ben, dan zie ik mensen die het echt niet naar hun zin hebben. Ja. En dan ben ik op die plek en vervolgens zie ik 2 uur later op Instagram een foto. Ja. En dan lijkt het alsof ze het helemaal te gek hebben. En denk ik, nou, dit stroomt gewoon echt zo niet met de realiteit. Nee. Maar ja, goed, het is wel het enige beeld wat je ziet, waardoor je er altijd FOMO hebt en denkt van, ja, fuck, ik wil ook allemaal leuke dingen doen. Maar dat heb je dus alleen als je daadwerkelijk jezelf nog niet hebt leren kennen. Ja. En nog niet... Sorry, dat heb je alleen nog niet hebt leren kennen en nog niet hebt ontdekt wat voor jou daadwerkelijk de moeite waard is. Want dan ga je fear of missing out krijgen. Hè? Want dan denk je, oh, ik moet overal bij zijn. Ik mis iets. Maar op het moment dat je hebt ontdekt wat voor jou belangrijk is, wat jouw waarden zijn, waar jij naartoe wil, dan is het veel makkelijker om te zeggen, daar ga ik niet naartoe, want dat dient mij niet, daar ga ik niet naartoe, dat dient mij niet. Op het moment dat je dat niet hebt en je hebt niks, dan ben je constant bezig met, waar kan ik zijn wat het meest leuk is? Ja, dan heb je geen filter. En dan ben je bang dat je iets mist. Ah, oké. Maar op het moment dat je je eigen waarde leert kennen en steeds belangrijker ontdekt wat voor jou echt daadwerkelijk de moeite waard is, dan zul je merken dat het steeds makkelijker wordt om te filteren. Ja. En dan is die fear of missing out er ook niet meer. Dan is het, ik hoorde laatst iemand zeggen, die noemde het de joy of missing out. Dat van, ik hoef er niet bij te zijn. Ik had dat een tijdje terug, zat ik ook thuis, al mijn vrienden naar een festival. Ik zat van een boek te lezen in een koffietentje. Ik vond het heerlijk. En vroeger zou ik echt denken, oh, hoe zouden ze het hebben en wat mis ik? Dat is niet meer. Dus dat verandert dan wel. Je noemt het net, daarom is het belangrijk om naar je waarden te leven. Ik heb hier opgeschreven, waarom zijn waarden zo belangrijk? Ken je de confidence gap? Nee. Nou, fucking goed boek over vertrouwen. En in het boek staat die gast dat vertrouwen niet komt. Heel veel mensen denken dat je eerst vertrouwen moet hebben om actie te kunnen ondernemen. Hij zegt dat is andersom. Ja, door actie te nemen precies. Krijg je vertrouwen. En hij zegt de manier om dat te doen is om je waardes op te schrijven en te handelen naar je waardes. Omdat je er altijd invloed hebt. Als je gewoon een gedisciplineerd persoon wil bent, dan is tonen van discipline de manier om dat te doen. Hoe belangrijk zijn waarden in jouw optiek? En hoe verhoudt zich dat tot zijn en hebben? Misschien vooral zijn. Nou, waarden zijn in die zin belangrijk. Is het, die raken jouw wezen. Die gaan over wat daadwerkelijk echt belangrijk voor jou is. Als ik... En waarden heb ik geen oordeel. Kijk, als ik... En dan heb je het vooral voor menswaarden. Waarden als integriteit. Waarden als compassie. Dat is niet goed of slecht. Dat is gewoon omdat het in het gevoelssfeer zit. Kijk... overtuigingen gaat heel vaak over, zit veel meer in ons denken volgens mij. Van ik vind dit, ik ben hiervan overtuigd, dat is goed, dat is slecht. Maar waarde zit veel meer in de ervaring. Ik heb wel eens in workshops, laat ik mensen uit een lijst van waarden, laat ik ze kiezen, wat zijn voor jou op dit moment in je leven de allerbelangrijkste waarden? En dan zul je zien dat heel veel mensen uiteindelijk dezelfde waarden opschrijven. Omdat heel veel menswaarden... Wat zijn de meest voorkomende? Ontwikkeling, familie, vriendschap, gezondheid. Integriteit, creativiteit, humor, en als je dan, dat soort zaken. En als je dan kijkt naar de manier waarop mensen hun dag indelen, in hoeverre komen die waardes daar dan in terug? Dan krijg je dus krijg je die mismatch. Maar wat gebeurt er dan? Als je die mismatch hebt, wat gebeurt? Is dat dan waarom mensen geen voldoening vinden en geen betekenis vinden en al die dingen missen? Absoluut, zeker. Dat is ook wat ik vaak dus heb in mijn workshops. Is dat mensen gaan eerst op zoek van, dit zijn mijn waarden.
En dan is natuurlijk de vraag, oké, als je nu kijkt naar je dagelijks leven, hoe komen die waarden tot uiting? Ja. En dan krijg je een heel ander gesprek. Maar dat is hetzelfde wat waar we het net over hadden. Met ja. Je waarden koppelen aan dagelijkse acties. Ja, precies. Toch? Ja. 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 Nou, en ook het bewustwording van wat waarden zijn. Hè? Want ik werk heel veel samen met het Barrett Value Center. Daar ben ik ook door opgeleid. Dat is een organisatie die dus helpt waardegedreven gemeenschappen en organisaties te creëren. En dat doe ik ook samen met een bedrijf, het Zero Entropy. En daarmee doen wij cultuurveranderingprogramma's binnen organisaties waarbij wij helpen om organisaties meer waardegedreven aan te sturen. En dan ga je dus kijken, dan zie je hele mooie dingen. Want op het moment dat je mensen gaat vragen naar persoonlijke waarden, dan zul je zien dat je veel aan elkaar lijkt en dat je van elkaar verschilt. Waarden verenigen namelijk mensen. Bijna iedereen vindt familie belangrijk. Gezondheid. Er zijn weinig mensen die zeggen gezondheid boeien, dat is belangrijk. De een vindt dat wat belangrijker, hè? Vooral de mensen die hebben beseft hoe belangrijk dat is door gebrek aan gezondheid. Maar dan zie je dus dat waarden mensen verenigen. En wat mooi was met het Barrett Value Center is dat ze op een gegeven moment hebben onderzocht wat de waarden zijn in Amerika van bijvoorbeeld een paar duizend democraten en dan de persoonlijke waarden van een paar duizend republikeinen. En dan kwamen ze achter dat die de top 10 op één waarde na allemaal hetzelfde waren. Ja, ja. Alleen als je het dan gaat hebben over overtuigingen, geloofsovertuigingen, dan ga je mensen verdelen. Dus waarden verenigen, in die zin, dat is wat ons mens maakt. Maar de overtuigingen, de manier waarop wij denken dat we die waarden tot uit kunnen brengen, dan ga je het hebben over denken en dan ga je verschillen vinden. Dan ga je mensen verdelen. En daarom zijn waarden zijn belangrijk om ook om mensen met elkaar te verbinden. En daarom zijn belangrijke waarden in organisaties zo belangrijk om mensen op elkaar te verbinden. Als wij ergens gaan werken en wij vinden allebei kwaliteit ontzettend belangrijk, dan zijn we daar verbonden. Als wij ook allebei discipline belangrijk vinden, of we vinden het belangrijk dat we ons woord nakomen, dan zijn dat onze waarden, dat verbindt ons met elkaar. Maar vervolgens, zoals je terecht opmerkt, dan moeten we dan gaan kijken, oké, hoe kunnen we dat dan vertalen naar bepaalde gedragingen? En daarom is het zo belangrijk dat je als organisatie ook een soort, ja, dat wordt wel eens culture code genoemd. Ik help dat wel eens met organisaties om ze dat te schrijven. Dat je gaat kijken, hoe vertalen we die waarden nou in gedragingen? Hoe zien die waarden er in het dagelijks leven uit? Ik krijg hier altijd wel, ik heb dit in mijn bedrijf waar ik gewerkt heb, ook wel dit soort dingen gedaan. En ik geloof er 100% in. Alleen het probleem vaak is dat, dan heb je een driedaagse retraite met het hele bedrijf. Ja. En dan ga je nadenken over de waarden. Dus ik geloof er ook in. Iedereen heeft dat ook. Ja. Maar vervolgens gaat iedereen gewoon door met de maan van de dag. Ja. Fuck die waarden wel lekker. Dus ik vind... Maar dat is natuurlijk ook zo. Hè? En dat is, je moet ze continu opnieuw tot leven brengen. Ja. En dat is die consistentie. Het is hetzelfde met tandenpoetsen. Dat moet je elke dag opnieuw weer doen. Ja. En die ene keer dat je mist, maakt het verschil niet. Maar als je het alleen maar één keer in de drie maanden heel veel je tanden poetsen, ja, dat maakt natuurlijk, zet geen zout aan de dijk. Het gaat op die consistentie. Dus constant opnieuw. Ja. Maar dat is eigenlijk maar alles met alle... En dat is ook met de organisatieverandering. Daarom doen we even meer cultuurtransformatie in plaats van veranderen. Want veranderen is altijd dingen anders doen. Hè. We gaan veranderen. Transformatie is een compleet nieuwe staat van zijn. En dat je vanuit een volledig nieuwe paradigma naar je organisatie kijkt. En dus, dat is dus echt transformeren. Je wordt iets compleet nieuws. Je gaat het anders zien wat je aan het doen bent. En met dat je het anders gaat zien, ga je het anders beleven. En met dat je het anders beleeft, ga je anders doen. En wat we vaak doen in organisaties, we beginnen met het gedrag. Iedereen moet veranderen. We gaan anders doen. Maar we gaan niet terug naar waardoor gedragen mensen zich zo. Wat zijn mensen hun waarden? Hoe zien zij de wereld? We gaan niet terug naar die diepte, naar het inzicht. Dus het transformeert er niks. En want dan heb je dus dat je drie dagen na zo'n retraite gaat en dan kom je weer terug. Nou, super geïnspireerd. En dan een week later zit je weer in het dagelijks leven en dan verandert het niet. En wat daar ook bij belangrijk is, is dat... En dat is eigenlijk hetzelfde met therapie. Zo zie ik mijn werk in organisaties eigenlijk ook een beetje. Het zet pas zoden aan de dijk op het moment... Een therapie zet ook pas zoden aan de dijk op het moment dat iemand tot de conclusie is gekomen... Ik wil echt daadwerkelijk veranderen. Want zo kan het niet langer. Ja, en als dat ontbreekt, werkt een therapie vaak ook niet. En dat is hetzelfde met de organisatieverandering. Daarom werken we met de organisatie alleen met de CEO, Raad van Bestuur en HR. Om echt, die moeten echt vanuit zichzelf willen veranderen. Ook zelf willen veranderen, niet die anderen veranderen, maar zichzelf veranderen. En anders heeft het helemaal geen zin.
En dan krijg je dus dit soort dingen. We gaan even iedereen inspireren, dan huren ze mij als spreker. Dan, ja, weet je, dan hebben we een leuke ervaring. Ja. Hebben we een ervaring gehad, hè? Hebben we iets gehad, Hetveld. Maar ik kan me voorstellen dat individueel voor ons ook geldt. Dat als je niet echt wil veranderen. Gebeurt dat vaak, denk je? Dat mensen wel heel graag... Ik heb een tijdje mensen begeleid om fitter te worden. En dan sprak ook wel eens mensen die aan het overwegen waren of ze mijn diensten wilden afnemen. En dan had ik ook vaak het idee, volgens mij wil je het. Je zegt wel dat je het wil, maar volgens mij wil je het niet echt. Nee, maar dan is het... Vaak willen ze het resultaat wel, maar ze willen de actie niet uitvoeren. Die dat geloof ik. Je wil een fit uitzien van de zomer, maar je wil eigenlijk niet naar de gym. Ja. Daar zit het dan in. Ja, maar dat ook pas wat als je oprecht ook naar de gym wil. Maar daarom is het zo belangrijk, volgens mij, om dingen te vinden die je leuk vindt. Ja. Die je geen moeite kosten om te doen. Absoluut. Want dan heb je dit hele dan heb je dat gauw niet. Dat je discipline nodig hebt en iedere ochtend om 5 uur je bed uit en een strak regime. En elke minuut moet tellen. Als je gewoon shit doet die je leuk vindt. Sporten. Ik vind het te gek. Ja, dat kost me geen moeite. Nee. Maar dat maakt het een stuk makkelijker. Ja. Nee, en sommige mensen hebben ijzeren discipline. Cristiano Ronaldo vind ik een prachtig voorbeeld van iemand die zo'n soort super sportman is geworden. Door die constante focus. Een soort van... Zal hij bezig zijn? Zal hij in het hebben of in het zijn manoeuvreren? Nou, dat vind ik een hele interessante. Ik heb er wel eens over nagedacht. Kijk, hij ontwikkelt zich wel ook meer als mens steeds meer. Maar ik heb altijd een tijd gehad in de beginjaren bij Ronaldo. Kijk, als je bijvoorbeeld kijkt naar Ronaldo en Messi. En nu ga ik misschien hele stomme dingen zeggen, want ik ben niet een ontzettende kenner op dat vlak qua voetbal, maar ik ben heel erg gecharmeerd van beide. Alleen het zijn twee compleet verschillende voetballers. Ik heb wel eens gezegd, Ronaldo voetbalt omdat hij van winnen houdt, Messi wint omdat hij van voetballen houdt. En wat ik daarmee bedoelde is, Ronaldo is de manier waarop hij ook praat. Die praat heel vaak over dingen als die gouden bal willen hebben. Meer gouden ballen hebben dan Ronaldo of dan Messi. Mm-hmm. Terwijl Messi praat helemaal niet over dingen. Messi praat over hoe hij van dienst kan zijn voor zijn team. En daar had ik altijd het idee van, Messi wil de beste voor zijn team zijn en Ronaldo meer de beste in het team. Die wil de ster zijn. Maar die hebben volgens mij ook allebei een heel andere drijfveer. En dat kun je volgens mij ook wel terugzien als je kijkt naar hun historie, hoe ze opgegroeid zijn, wat hun omstandigheden zijn waarbinnen ze zijn opgegroeid. En daar weet ik niet veel over natuurlijk. Nee, maar jij gaat vast niet zeggen wat beter is. Want het werkt. Maar als je een inschatting zou maken wie er over het algemeen door de dag heen een leukere tijd heeft, wie denk je dat dat is? Ik denk Messi. Kijk, Messi is in die zin het natuurtalent zoals ik het zie hoor. Al moet ik zeggen dat hij de laatste jaren ook een beetje... voelt dat hij wat anders in zijn vel zit. Hij is meer dat ego ook gaan ontwikkelen. Met tattoos en alles en andere kapsels proberen. Maar als je Messi zit voetballen, is het alsof je een kind in een flow-up ziet gaan. Ja. En dat is het zijn. He, dat is het ultieme. In het moment zijn. Cruijff had het ook heel erg. Cruijff was ook een soort van voorbeeld van flow. Die zei ook wel eens van dat hele vrijlopen van mij. Mensen willen weten hoe ik het doe, maar ik heb geen idee. In het veld gebeurt het vanzelf. En Messi is ook zo'n voetballer. Dat is gewoon de speelsheid, de onbevangenheid, de fun is in the play. Bij Ronaldo zie ik veel meer iemand die vooral de beste wil zijn, omdat hij misschien nog wel struggelt met het gebrek aan erkenning dat hij nooit van zijn vader kreeg. Omdat zijn vader was volgens mij alcoholist, maar nu weet ik, dat is wat ik uit de biografie heb gelezen. Waarbij hij zich nooit erkend voelde. En dan kan nog wel iets inzitten van... Zie mij, ik wil iemand zijn. He, of iemand worden vanuit het... Ja, maar dat weet ik niet genoeg nee. over. Nee. Maar dat zie ik soms nog wel eens. Ik heb het gevoel dat hij minder vrij is. Als in vrij, maar meer nog... En dat is eigenlijk heel mooi wat Vroom ook stelt. Hè? Om daarvoor terug te komen. De betekenis van het woord activiteit... Wat is eigenlijk activiteit? Wij zien vaak in de westerse wereld iemand die als een Ronaldo zien wij als de meest actieve mens misschien wel die we ons kunnen voorstellen. Fromm zou misschien stellen, wacht eens even, het zou kunnen zijn dat die persoon juist het meest passief is. Omdat hij gedreven wordt door een bepaalde angst of een hebzucht of een verlangen en dus niet vrij is, maar als het ware een slaafje is van een bepaalde drijfveer. Ja. En misschien is de persoon die de hele dag op een meditatie
kussentje zit en daarvoor zelf gekozen heeft, omdat die persoon niks anders wil dan zichzelf ervaren zoals die persoon is. Misschien is die wel veel actiever, omdat het een zelfgekozen activiteit is die vanuit vrijheid, vrije keuze genomen is. Misschien is die wel actiever dan die persoon. Dat is wel iets om erover na te denken. Kijk, of het in dit geval klopt, dat weet ik, ik ken Ronald natuurlijk niet. Nee. Maar dat heeft mij wel aan het denken gezet over wat is eigenlijk activiteit. Want sommige mensen die wij als de meest actieve mensen zijn, zijn in wezen heel passief. Ze laten zich vooral meesleuren door hun hebzucht of door hun verlangens en zijn een slaafje geworden van hun eigen driften. Ja. En ik merk dat bij mijn emoties sinds ik mediteer. Vroeger als ik een emotie had, dan handelde ik vanuit die emotie. Ja. En dan had ik ruzie of was ik boos of whatever. Ja. En nu heb ik steeds vaker dat ik, soms ook niet, maar heel vaak wel, dat ik na kan denken. Oké, ik heb die emotie, misschien moet ik even kalm doen en dan straks, daar heb ik ook vrijheid. In plaats van dat ik gewoon direct reageer. Is dat dan ook hetzelfde? Of? Nee, zeker. Dat is al de vrijheid die voortkomt uit de bewustwording. Hè? Op het moment dat ik mij bewust ben van dat ik een emotie ervaar, dan ben ik vrij. Dan kan ik namelijk kiezen wat ik met die emotie ga doen. Op het moment dat ik me niet bewust ben en ik ben echt die emotie geworden, dan ben ik dus ook niet vrij. Dus het is al, die vrijheid ontstaat bij bewustwording. Okay. Dat maar is dat je altijd principe maar gedreven wordt door dat je vroeger te weinig aandacht hebt gekregen van je vader en daardoor allemaal dingen doet om erkenning te krijgen, dan ben je dus eigenlijk helemaal niet vrij. Nou, niet vrij volgens de definitie dat vrijheid iets een vrije handeling, zelf gekozen op basis van de reden, hè, wat is het meest zinvol voor mij. In die zin zou ik zeggen nee. Maar dit zijn hele diepe thema's die ik ook sinds kort nog maar echt geïnteresseerd in ben geraakt en waar ik ook nog, die nog niet zo helder voor me zijn dat ik daar een heel mooi antwoord over kon vinden. Maar het zijn wel hele mooie dingen om over na te denken. Wat is eigenlijk activiteit? Ja, maar dus de actie en het resultaat kan exact hetzelfde zijn, maar als iemand er bewust voor heeft gekozen in plaats van iemand die erkenning nodig heeft van een ander, dan kun je dat, ik kan me voorstellen dat je dat op een totaal andere manier beleeft. Absoluut. Kijk, op het moment, dat is ook het, kijk, iemand kan in een bepaalde, je kunt dezelfde baan hebben als je collega. En misschien wel een soort baantje wat je vroeger had, waar je misschien wel helemaal geen zin in had, maar je had gewoon even geld nodig om weer het weekend uit te kunnen gaan, ik noem iets. Dan kun je een collega hebben die ook dezelfde baan heeft, vanuit dezelfde motivatie, en toch het heel anders beleeft. En ik denk dat het belangrijk is dat je bewust besloten hebt dat je dit gaat doen. Kijk, op het moment dat je het gevoel hebt, ik kies niet bewust, dan ben je als het ware een soort slaaf. In die zin van, ja, ik word gedreven, ik wil dit eigenlijk niet, maar ik ga het toch maar doen, want ik moet, ik heb geld nodig, etc. Dat is echt uitputting. Ja. Maar op het moment dat je bewust wordt van, ja, wacht even, ik zit nou helemaal op een plek waar ik niet wil zijn, of werk dat ik niet leuk vind, maar ik kies er bewust voor dat ik op dit moment niks anders heb, maar ik ga wel bewust acties ondernemen om ervoor te zorgen dat ik in de toekomst een andere baan heb die beter bij me past, dan wordt het in één keer al een stuk lichter. Want dan heb je bewust gekozen, of je hebt misschien zelfs een deadline aangegeven, hè, van ik kies dat ik dit de komende 3 maanden ga doen, maar over 3 maanden wil ik iets anders hebben, iets anders, en in de tussentijd ga ik deze acties ondernemen om iets anders te vinden. Ja. Bam, dan is in één keer de hele ellende weg. Volgens mij is dat ook dat je op dat moment verantwoordelijkheid kiest, terwijl als je dat niet doet, dan ben je dus, heb je het niet bewust gekozen, dan ben je ook machteloos en misschien ook wel hopeloos. Ja, dan word je hopeloos en machteloos. Ja. En op het moment dat je kiest, dan ga je het ook dragen. Je draagt de last bewust. En dat is het hele idee van het, volgens mij, het kruis te dragen. Is, in het christendom is vrijwillig ervoor kiezen dat je de last op je neemt. En dat is het hele idee van een verantwoordelijkheid nemen. Het begint met bewust worden en dan kiezen. En dan kun je heel veel dragen. Veel meer dan dat we voor mogelijk hadden. Daar ben ik van overtuigd. God, ik dacht even licht te eindigen en om het kruis te dragen. Maar die zwaarte zit hem juist vooral in het eronderuit willen komen, hè? Het niet willen dragen van de last. Ik ben ervan overtuigd dat we meer lijden aan onze onbereidheid om te lijden dan aan het lijden zelf. Nog één keer, sorry. Ik ben ervan overtuigd dat we meer lijden aan onze onbereidheid om te lijden dan aan dat lijden zelf. Ja. De onbereidheid om de verantwoordelijkheid te nemen en de lasten van mijn leven te dragen,
daar leid ik uiteindelijk veel meer aan. Want dan ga ik dingen wegstoppen en uitweg zoeken. En dan wordt die hel alleen maar groter. Dan krijg je zo'n soort klein monstertje dat uitgroeit als een draak. En die draak wordt zo groot dat je hem niet meer aan kan. Ja. Ik ken letterlijk mensen die echt zwaar depressief zijn geworden omdat ze de kleine dingen in het leven nooit aangingen. Ja. En dat is weer korte termijn, lange termijn. Ja. Want op korte termijn is het ontwijken van lijden heel relaxed. Want het lijkt een Netflix-serie en niet daarover te nadenken waarom je die emotie voelde vandaag. Maar op de lange termijn is dat natuurlijk, en dat weer die sacrifice the future, the present for the future. Ik ben er vanaf daar, we voelen dat op het moment dat je weet van, nou, ik moet nu echt even dat, met het project aan de slag, anders komt het niet op tijd af. Ja. En ik ga dan Netflixen, dan is het voor de zintuigen op dat moment misschien even mooi, hè? Die kijken een mooie Netflix-serie, maar intern ons geweten, dat knaagt aan ons, dat doet pijn. Dat voelt ons helemaal niet gelukkig op zo'n moment. Vroeger dacht ik, was ik heel veel over zelfontwikkeling aan het lezen en heel veel met succes bezig, want ik wil graag succesvol worden. En dan had je van die lijstjes met dingen die succesvolle mensen doen, zoals koude douche nemen en zo. En laatst imiteren. En laatst had ik een podcast met iemand. Hij zei van in onderzoek wijst ook uit dat al die succesprincipes, daar is nooit van bewezen dat die tot succes leiden. Wat wel helpt, is om na te gaan welke dingen leiden in ieder geval niet tot succes. Nee. En dat is eigenlijk een beetje hetzelfde. Want daar weet je altijd van wat je niet moet doen. Ja. En dat is ook zo met de dingen die met lijden en niet lijden. Je weet welke dingen je weet beter. Heel vaak, en dat is ook hoe mijn geweten werkt. En volgens mij hoe van meerdere mensen ook dat werkt. Je geweten vertelt je altijd op het moment dat je op het punt staat om iets te doen waarvan je weet dat je het niet moet doen, dan krijg je een soort van nee, niet doen. Het vertelt je wat je niet moet doen. Het vertelt je niet wat je dan wel moet doen. Ja. En dan kan je op intuïtie en dat is het moeilijk aan het leven. Ja. Als we allemaal wisten wat we moesten doen, was het heel makkelijk geweest, maar dan was het ook niet leuk geweest. Nee. Ik denk dat informatie niet de sleutel is overigens hoor. Als we allemaal wisten, als we allemaal doen wat we weten wat we moeten doen, dan hadden we allemaal miljonair en ziek. Dat kan het niet, want op het moment dat je een keuze moet maken, dan is er altijd oneindig informatie om te verzamelen om je die keuze te laten maken. De informatie is oneindig. Dus alle informatie, het bestaat niet eens dat je alle informatie hebt. En dus op het moment dat ik voor een keuze sta, dan kan ik me gaan inlezen van nou, wat is belangrijk, et cetera. Dan krijg je steeds meer informatie, maar er komt een punt dat je gewoon ontdekt van ik kan nog meer informatie zoeken, maar ik moet toch een keuze maken. Dus dat is. En dan heb je mensen die gewoon maar blind keuzes maken elke keer en daar prima mee wegkomen en heel zelfverzekerd worden. En mensen die nooit kiezen en worstelen. En, dus dat is ook zijn ook vrije dingen. Ja. Maar informatie is inderdaad niet sleutel. Nee. Natuurlijk, je hebt informatie nodig. Je hebt relevante informatie nodig om tot een goede besluitvorming te komen. Ja. Maar eigenlijk ook te veel informatie proberen te zoeken, waardoor het steeds misschien wel meer een vouwboel wordt. Ja. Maar dat vind ik ook zo fascinerend. Als je kijkt naar afvallen, dan als je minder eet dan je verbrandt en je sport, dan val je af. Er zijn heel veel mensen die hebben schulden. Als je geen schulden wil, moet je zorgen dat je minder uitgeeft dan dat je binnenkrijgt. Als je goede relaties wil hebben, moet je zorgen dat je meer investeert in de ander dan andersom. Het zijn allemaal best echt hele simpele principes. Maar doe maar eens. God. Dus, ja. Maar dat vind ik ook het interessante. Daarom ben ik ook het liefst de hele dag met dit soort dingen bezig. Omdat, Maar dat is ook met zelfontwikkeling. Je kunt nog meer boeken lezen. Maar stel dat je alle boeken gelezen hebt in de hele wereld, dan nog heb je waarschijnlijk geen idee wat je nu op dit moment moet gaan doen. Ja. Nee, eens, ik doe het ook niet meer constant boeken lezen. Ja, het is een soort vanity metric is het. Dat het misschien nog wel wat meer helpvol is om gewoon in je eentje in de natuur te gaan wandelen. En gewoon de stilte op te zoeken. En gewoon alles gewoon lekker te laten zakken. En uit het denken te komen. En vooral in het zijn terecht te komen. En als je in het zijn. Kijk, vanuit het zijnsveld maakt het ook niet uit wat je kiest. Vanuit het hebveld alleen, omdat je wil bepaalde resultaten bereiken, dingen. Dat is volgens mij ook een probleem in de filosofie. Volgens mij is het David Hume. Zeg je dan dat bij zijn, omdat je geen, je wil niets, maakt het eigenlijk niet uit wat je doet. En als je iets wil hebben, dan maakt het dus wel uit wat je doet. Dat zijn eigenlijk de twee soort van werkelijkheden waar we ons constant in bevinden. Kijk, dat is volgens mij was het David Hume, een filosoof, die had het is-ought problem uitgelegd. Dat is waarbij hij stelde eigenlijk dat gezien vanuit wat is, kunnen wij nooit bepalen wat zou moeten zijn. Dat bestaat niet, dat is onmogelijk. Want dingen zijn gewoon precies zoals ze zijn. Je kunt niet zeggen, dit moet anders zijn. Op basis van wat iets is.
Je kunt pas stellen op het moment dat je zegt, als ik dit wil zijn, dan moet ik zo doen. Ja. Dus als dit, dan dat probleem. Ja. Dus vanuit het zijn is er niet, kun je niet zeggen, het moet anders zijn. Alles is in die zin altijd perfect. Dat noemen ze in de spiritualiteit de great perfection. Alles is perfect. Alleen, ik leef wel in een werkelijkheid met tijd en ruimte en een lichaam dat allerlei behoeften heeft. Waarbij ik dus wel keuzes moet maken. En waarbij ik dus, ja, wacht eens even, als ik wil overleven, dan zal ik wel moeten zorgen dat ik eten heb, drinken, et cetera. Dus dat zijn twee verschillende velden. Verschillende werkelijkheden. De ene gaat over growing up in de wereld, je manifesteren, ontwikkelen. De andere gaat over een soort van waking up. Een soort van dingen zien zoals ze zijn, maar die bestaan naast elkaar, die twee. Ja. Nou, een beetje een balans in vinden. Ja. Nou goed, hè? Doe het maar eens, dat is goed. Ja, dat is een hele ding, ja. Dat heb ik elke keer. Daar is training voor nodig, ja. En ontwikkeling en continu. Daar zul je toch discipline ook voor nodig hebben. Ja. Met alleen interesse kom je het niet. Nee. Om uiteindelijk nog even praktisch te worden. Ja. Wat zijn dingen die jij dagelijks of om de zoveel tijd doet om jezelf beter te leren kennen? Mediteren. Ik mediteer tegenwoordig ongeveer 1 uur per dag, soms 2 uur. Ja joh? Ja. Ik heb een tijd lang 's ochtends een uur, 's avonds een uur, maar dat werd op een gegeven moment echt too much. In kleermaker zit? Nee, ik ga gewoon op mijn stoel zitten. Je knieën? Ik heb heel erg last van mijn linkerknie, sinds ik voetbalde vroeger al. Daar heb ik echt heel erg last van. En op een gegeven moment, bij zo'n 10-daagse leer je op een gegeven moment gewoon dwars door die pijn heen te zitten. Maar dan komt ook een punt dat ik op een gegeven moment dacht, toen het weer, dat ik weer uit die soort van staat kwam, dat ik dacht, oeh, dit voelt alsof ik iets doe wat ik niet moet doen. Ja. Dus ik ben op een gegeven moment op mijn stoel gaan zitten en ik mediteer dus ook gewoon op mijn stoel. Moet ik alleen wel niet tegen de leuning gaan leunen, merk ik, maar rechtop gaan zitten, want anders merk ik dat het te comfortabel wordt en dan val ik in slaap. Ja, ja, ja. Dus ik moet wel iets van een onderhoud ervaren, waardoor ik moet ook zitten. Ja. Dus dat doe ik heel erg om mezelf te leren kennen. Nou ja, volgens mij zijn de beste manieren om jezelf te leren kennen is altijd in relatie tot iemand anders. Dus als je in relatie bent met iemand, in vriendschap, als je met mensen samenwoont, je partner, dat zijn de prachtige manieren om jezelf te leren kennen. Wat is bewust van alle triggers, alle reacties die je hebt, die onbewust zijn. Probeer je daar eens bewust van te worden. Dat zijn dingen die heel erg interessant zijn. Ik heb ook een spiritueel leraar. Ik heb het volgens mij het vorige keer al gehad. Waar ik eens in de 2 weken, soms zelfs wekelijks mee zit. Die man is ontzettend ver. Een soort Eckhart Tolle qua kaliber. Die mij ontzettend veel leert. Opdrachten zo heeft. Lang? Nee. Of dat maar niet? Heel helder. Okay. Stel ik hem een vraag waarbij hij niet direct antwoord weet. En dan zie je hem echt zo. En dan komt er iets uit en dan denk ik, wauw, ik neem ook alles op met hem. Hè. Oh ja? Ik neem alles op, wat ik alle gesprekken neem op. En dan ga ik ook in de zomer beginnen om dat uit te schrijven in een soort boek. Meeting My Mentor. Wow, wat tof. Dat. Ja, heel vet. Wow, tof. En journalen, is dat ook iets wat je doet trouwens? Nee. Ja, in die zin wel dat ik een notenblok naast mijn bed heb liggen. Dat is wat ik doe. word ik s'nachts weer wakker met allemaal rare... Ik word letterlijk soms wakker met een zin in mijn hoofd. En heb ik geen idee hoe ik bij de zin kom en wat het betekent. Ik schrijf het op. Ga ik er een paar dagen over nadenken en in één keer begrijp ik wat het betekent. Dus dat doe ik. Ik maak heel veel notities in mijn iPhone. Wat ik ook doe, omdat ik best wel... Ik heb natuurlijk best wel veel volgers op Instagram. Dus als ik Instagram opengooi, dan is het gelijk, zie ik allemaal nieuwe berichten en dingen. Gigantisch afleidend. Constant in die app-modus vast en instant gratification. Ja. Dus ik merkte dat ik steeds meer verslagen ontwikkelde voor mijn iPhone. Maar goed, wat is nieuw? Ik denk dat iedereen ermee wordt stopt. Ja. De manier waarop ik dat heb opgelost, en die werkt echt briljant. Ik heb nu 2 iPhones. Eentje, daar staat gewoon alles op. Daar kan ik alles mee doen, alle social media, et cetera. Een andere is gelokt met een code die mijn huisgenoot weet. En die weet ik dus niet, kan ik niet bij. En daar heb ik bij ingesteld dat ik geen apps kan downloaden. En ik heb alle social media apps eraf gegooid. En alleen de functionele apps staan er nog op. Bellen, sms'en, e-mail, navigatie apps, alle functionele apps. Maar daar kan ik verder dus niks mee. En elke keer als ik de deur uit ga, of ik ga naar werk, naar kantoor, of ik heb een opdracht ergens, of zoals nu hier, dan neem ik die telefoon mee. En wat ik dan merk, is dat het dus niet eens de impuls is om af en toe even op mijn telefoon te kijken of ik nog nieuwe berichten heb of nieuwe Instagram. En wat brengt je dan? Ja, gigantisch veel rust. Ik ben veel meer in het moment. Als ik met mensen uit eten ben, merk ik ook niet dat ik de verlangen heb om constant op mijn telefoon te kijken. En voor ik het weet, zit ik weer al die apps langs te gaan.
En dat is zo'n informatietoevoer die je zo onrustig maakt, waardoor je al constant in die hebzucht terechtkomt. En dat werkt voor mij zo gigantisch goed. En als ik dan 's avonds thuis kom, dan mag die andere telefoon aan en dan kan ik gewoon lekker losgaan op Instagram. En dan ga ik naar bed, doe ik die weer uit, gooi ik in de kast. En dan mijn wekker zit ik op die telefoon waar niks op staat. Dus het is makkelijk wakker worden ook. Want dan misschien dat ik dat ook wel... Echt een gigantische aanrader. Want ik heb nog wel alles wat ik nodig heb. Ja. Mensen bellen, sms'en. Ja, en een dag later een berichtje sturen maakt geen reet uit. Nee, zeker niet. Dus dat is een ding wat voor mij heel erg werkt. En wat doe ik nog meer veel om mezelf te leren kennen? Nou, ik lees heel veel. Goede boeken lezen vind ik echt belangrijk. En vroeger las ik echt alles wat ik tegenkwam. Ik dacht, oh, dat is vet, dat moet ik lezen. En dan maak ik een ontwikkeling in door. Hè. Op een gegeven moment begon ik echt 10 jaar geleden met de zelfhulpgoeroes die toen bekend waren in een soort New Age arena. Ja. En langzaam werd het steeds meer van, wacht eens, wie zijn nou de grote psychologen, filosofen en de grote denkers en de tijdloze wijsheid, zeg maar. En dan ben ik daar heel erg in. Maar ik probeer mezelf constant uit te dragen door te lezen. Mediteren, sporten, dus lichamelijk fit blijven. Super belangrijk. En mezelf, ja, ik heb ook geleerd om ja te zeggen tegen dingen waar ik bang voor ben. Dus er komt iemand met een opdracht, Alex, wil je zoveel mensen dit en dit verhaal vertellen? En dan voel ik, oeh, eng. En ja, volgens mij moet ik dat doen. Dus dat maakt ook dat ik constant in die, ja, wel wakker blijf, zeg maar. Cool. En sneller die flow ook weer creëren. Cool. Ja. Wat, zeg, je hebt de Alexander nu, die nu tegenover me zit, die, nou ja... de ontwikkeling heeft doorgemaakt die hij door heeft gemaakt. En je hebt ook de Alexander die, weet ik veel, 10 jaar geleden bij de G-Star werkte. Toen kleding nog een stukje belangrijker was. En alles van steeds maar nog belangrijker misschien wel. Dat hij er een beetje van afhankelijk was. En in de kroeg en allemaal dat soort dingen doen. Wat is het grootste verschil tussen die twee? En dan de tweede vraag is... hoe anders beleeft hij de dag? Ik denk dat het grootste verschil waarin ik het meest veranderd ben en ook nog steeds aan het veranderen ben, is dat ik me steeds minder druk maak om bepaalde uitkomsten. En dat ik steeds makkelijker dingen gewoon doe om ze te doen, zonder dat ik afhankelijk ben van hoe iets overkomt, hoe ik ben, hoe mensen mij zien. En dat ik veel meer uit die need ben. Van hoe komt iets over, doe ik het wel goed, doe ik het wel op de juiste manier. En veel meer in een soort ontspannenheid verkeer. Ook met dit soort gesprekken. Ik vertel gewoon nu dit verhaal. En misschien denk ik er volgend jaar helemaal anders over. En denk ik, man, wat een dom verhaal is dit. Prima, dat was toen mijn werkelijkheid. En nu is het weer anders. En ik ben daar veel relaxer in geworden. Ik merk dat ik steeds meer in een soort... dat ik gewoon echt lekker oké ben met wie ik ben. En dat ik niet meer probeer iemand te zijn die ik niet ben. En vast doe ik dat onbewust op bepaalde manieren nog steeds, maar dan ben ik me daar nog niet bewust van. Maar vanuit het bewuste, ik merk steeds meer dat ik me minder druk maak om dingen waar ik ook geen invloed op heb. En steeds meer gewoon, en dat is ook de overtuiging dat als ik gewoon vertel waarvan ik denk, of doe waarvan ik denk, dit is het juiste en dit is waardevol voor mij. Dan kan dat niks anders zijn dan goed. Dus zo sta ik een beetje in het leven. En dat is wel het grootste verschil wat ik denk ik merk. Ik ben uit die need. Ik ben niet meer needy. En ik ben daar veel ontspannender. Maar volgens mij zijn er zoveel dingen veranderd. Ja. Ik ben wat ouder geworden. Eerst de grijze die zit ook al. Het is zo, ja zeker. Ja. Maar het is meer... Ja, de ontspannenheid. In Zen zeggen ze, ontspanning is wie je bent, spanning is wie je denkt te moeten zijn. Ontspanning is wie je bent en gespannen. Spanning is wie je denkt te moeten zijn. Op het moment dat ik constant gespannen ben, ben ik constant bezig met iets te zijn wat ik niet ben. Of dat zie je in bedrijven ook al. En vooral mensen die een beetje in het begin staan van hun carrière, je hebt net een nieuwe baan en je bent constant bezig met kom ik wel goed over en maak ik wel de juiste indruk, ben ik wel de persoon die ze willen dat ik ben. En dan zit je constant in een soort rol, hè? En die rol probeer je dan vast te houden en dat is super vermoeiend. Ja, maar dat,
En hoe meer je kunt ontspannen in wie je bent en van take it or leave it, dit is wie ik ben. Maar dat is de hele tijd waar ik, waar ik de vinger niet op kan leggen. Dat ik dacht, ja, waar zit nou het wezenlijke verschil in tussen dat zijn en dat hebben? En als je bent, zeg maar, en dat zijn, dat lijkt me een stuk ontspannender. Ja, is het. Want dan ben ik constant dingen aan het doen om maar te veranderen. En ik merk dat bij mezelf ook wel. Op het moment dat ik niet te veel bezig ben met zelfontwikkeling, maar gewoon, nou ja, wat ontspannende dingen doe. Ik denk ook dat op vakanties daarom zo chill zijn. Dan ben je gewoon aan het zijn. Dan ben je niet constant daarmee bezig. Ja. Maar ik merk op het moment dat ik niet zoveel met zelfontwikkeling bezig ben, veel mediteren, aan het wandelen, aan het sporten, dat is gewoon echt een stuk ontspannen. Ja, zeker. Echt een heel stuk ontspannen. Nou ja, ontspannen. En wel onderscheid. Kijk, je kunt vanuit die interne ontspannenheid op het vlak van persoon zijn, zijn wie je bent, kun je nog wel spanning ervaren als in tijdsdruk. Ik moet even iets afkrijgen. Of, maar dat is niet meer de spanning die je ervaart, die voortkomt uit de angst, ik ben niet geliefd als ik niet mij conformeer. Dat is een ander soort spanning. En natuurlijk ben ik ook wel eens gespannen in die zin dat ik denk, ik heb nu 3 taken en zo, dit moet zo laat af zijn. En dan is het wel constant weer op zoek gaan naar prioriteiten stellen, keuzes maken die op dat moment het meest dienend zijn. Dus er is nog wel een soort spanning mogelijk, maar het is een ander soort spanning. Ja, ik bedoel ook niet druk nemen. Of tijdsdruk of, ja. of dat ook wel, ja, daar kom je ook niet aan. Nee, laat ik het zo zeggen. Ik denk dat als ik meer ben, dan voelt elke taak of alles wat ik doe een stukje lichter. Nou ja, wat ik dus, en dat is het onderscheid. Mensen denken heel vaak met mediteren, dan ben ik alleen maar en dan maakt het niet meer uit wat ik doe. Maar dat is een misvatting. Want juist zijn in zichzelf is ook activiteit, waar we het in het begin over hebben gehad. Dus op het moment dat je heel erg vanuit dat zijn opereert, en je, dat is ook flow. He, dat is niet dat je dan zegt, nou nu ga ik niks meer doen. Maar je bent nog steeds de dingen aan het doen. Alleen je de vraag komt tot rust van, doe ik het wel goed? Of kom ik wel goed over? Die vraag komt tot rust. Dat is het. En dat is ook, ze zeggen ook in Zen-boeddhisme niet voor niks van, voordat je verlicht bent, hakken hout en haal water. Nadat je verlicht bent, hakken hout en haal water. Wat je doet verandert niet. Alleen de manier waarop je bent, je wezen verandert. Je herinnert je weer wie je bent. Het hele idee van, wie moet ik zijn en bla bla bla. En doe ik het wel. Dat die rust ontstaat dan. Dat klopt, ja. Dat is flow. De flow staat, ken je. Want dan, het is niet dat je jezelf vergeet, maar je vergeet het beeld dat je van jezelf hebt. Want je bewustzijn is volledig geconcentreerd. Dat is een mooi woord, concentratie. Het is volledig geconcentreerd in het hier en nu met dat wat je aan het doen bent. En dat is ook de manier waarop je het meest ontwikkelt en leert. In die zin ben je dus ontzettend actief en ontwikkel je gigantisch snel. Dus is dat zijn is niet een soort passiviteit en stilstaan. Het is juist activiteit, misschien wel de meest zuivere vorm. Cool. Heb jij nog dingen die je wil zeggen of wil vragen? Of? Nee, ik denk dat ik wel genoeg gezegd heb. Dat zou ik denken, ja. Ik ben ook op. Dat is de tweede podcast in één dag, dus ik merk dat ik wel vanochtend in het Engels. En volgens mij heb ik heel veel dingen verteld dat ik me besef dat ik vanochtend ook verteld, alleen dan in het Engels. Dus mooi zo. Thanks, man. Nou, leuk. Leuk om weer gesproken te hebben. Ja, dat vond ik